Hallo allemaal, het is maandagavond. Dat betekent dat we weer een nieuwe e-workshop voor jullie in petto hebben. En ja, ik ben hier vanavond. Ik ben er woensdagavond ook. Maar ik ben hier vanavond omdat Syriza zelf achter de techtafel zit om jou en mij mee te nemen in de geheimen van de prep of de perfecte manicure. Waarom is die manicure nou zo belangrijk? Op welke manieren kun je die prep allemaal uitvoeren? Waar moet je aan denken? En we hebben nieuwe tools die we ook gaan introduceren. Dus we hebben best een vol programma. Daarnaast hebben we natuurlijk ook de winnaressen van Luella's Challenge van 2 weken geleden. Die ga ik wat later in de show bekendmaken. Dus kortom, wij hebben veel te doen. Wij gaan beginnen. Ja, show it all en vanavond dus alles over de perfecte manicure, oftewel de prepbehandeling. Ik denk dat dat het belangrijkste onderdeel is in een nagelstudio, waar je eigenlijk geen kortere wegen kunt maken of een snellere afslag kunt nemen. Toen ik begon, 25 jaar geleden, bestond de prep van de natuurlijke nagel uit een lekkere grove vijl pakken en vooral even lekker bij die nagelriem die huid wegveilen of die dode huidcellen weghalen. Maar dat is intussen natuurlijk helemaal anders. Dus, Syriza, wat heb je vanavond voor ons in petto? Hi allemaal, leuk dat jullie kijken. Ja, je hebt al een leuk voorzetje gegeven, Pepijn. We zeggen manicure, perfectie in manicure. Dat is eigenlijk een woord wat een beetje gekomen is vanuit het Oostblok. Dat is een beetje doorkomen sijpelen. En dat betekent eigenlijk gewoon niet meer of minder dan de voorbereiding van de natuurlijke nagel op het plaatsen van het kunstproduct. Wij kennen de manicure dan eigenlijk vanuit die kant heel erg meteen als combi-manicure. Wat eigenlijk niets anders is dan ja, die voorbereiding, dus eigenlijk onze prep. Dan kun je er dus eigenlijk van uitgaan dat jij, als jij je nagelriem terugduwt met een pusher, dat je eigenlijk al bezig bent met de manicure. Dus we hebben er een soort van, het heeft een hele aparte wending gegeven, dat woord, manicure. Dat is eigenlijk gewoon de prep. En dat is wat ik jullie vanavond ga laten zien. En ik ga jullie verschillende manieren van laten zien. En daarbij moet je zeker even rekening houden met de tijd waar je ermee bezig bent. Natuurlijk ook de tools die je ervoor nodig hebt. En niet te vergeten de prijs die je daarvoor moet vragen. Dus daar gaat het eigenlijk vanavond een beetje over, Pepijn. Dat is eventjes in een notendop. Ja, we hebben dus veel ground to cover. En we krijgen een compliment van Gemma. Wat zien jullie er goed uit, Syriza en Pepijn? Nou, dankjewel. Make-up doet wonderen. Mochten jullie nou vragen hebben of opmerkingen, of wil je toch iets wat meer verduidelijk hebben, schroom niet de vragen te stellen in de comments en ik zet ze voor je door. Meteen real time, zodat Syriza dat kan opnemen. Nou, het uitvoeren van de prep is dus belangrijk om vet, vuil en vocht van de nagelplaat te verwijderen, alvorens wij een kunstproduct gaan plaatsen. En hoe we dat doen, is dus echt de sleutel tot succes. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik jullie eerst even vertellen wat het huiswerk deze week is. We gaan proberen dat op een wat andere manier te doen, een andere volgorde in de show. Het huiswerk is, je zag het al eventjes, maak een set nagels. De lengte maakt dus niet uit, waarbij je een van de getoonde technieken uitvoert. Dus een van de technieken vanavond. Maak een mooie close-up foto van de nagelriemen en die foto moet geschikt zijn voor je socials. En sets met beschadigde nagelriemen worden niet goedgekeurd. Dus 3, 2, 1, screenshot! En heb je meteen jouw guideline voor deze 2 weken. Natuurlijk weet je, we hebben een aantal regels, die ken jij natuurlijk als vaste kijker. Maar mocht je nieuw zijn, je krijgt altijd 2 weken de tijd om je huiswerk te maken. Dat wil zeggen vandaag tot 5 februari. Stuur je huiswerk dan in via de link die je kunt vinden in het album Perfectie en Manicure. Zijn er verbeterpunten, wordt er contact met je opgenomen door Jessica. En vergeet niet step-by-step foto's en dus die eindresultaatfoto in te sturen. Want dit keer gaat het echt om het eindresultaat. Die perfecte close-up foto van die perfecte cuticles. Doe je dat allemaal, krijg je jouw e-certificaat van deze hele leuke en zeer interessante, belangrijke e-workshop. Maar je maakt ook kans op een hele mooie prijs. En dat is deze prijs. Dat zijn de verschillende manicure bitjes. Het nieuwe hoek scissors, dat is dus een van de nieuwe implements. En de nieuwe curette. En je ziet ook natuurlijk die hele mooie bithouder. Zo op het plaatje denk je, oh, wat is dat, een prachtige, idyllische compositie van mooie nagelmaterialen. Maar voor jou in de salon zijn dit natuurlijk materialen die jij dagelijks gebruikt. En dus altijd handig om die op voorraad te hebben.
Deze maand staat natuurlijk in het teken van gel polish. De hele maand gel polish. 20% korting op het hele assortiment. Wil jij nou weten hoe je de ombre moet doen met je gel polish? Kijk dan ook aanstaande woensdag mee, want dan is Joanna mijn gast in de Engelse internationale Nail Talk Live. En zij gaat heel veel verschillende manieren, ook innovatieve manieren van ombre laten zien. Maar dat is nail art. Vanavond is het dus puur back to the basics. Cherise? Ja, inderdaad, back to basic. En dan gaan we even bij het begin beginnen. Zoals je net op het plaatje kon zien, hebben we er een paar mooie tools bij. Daar ga ik jullie dadelijk natuurlijk meer over vertellen. Maar ik ga eerst eventjes met jullie naar de bitjes. Want ik vind het vooral belangrijk dat jullie thuis, dadelijk in de salon, moet ik eigenlijk zeggen, dat je weet, oké, nu ga ik dit doen en dan ga ik dat bit gebruiken. En als ik iets anders ga doen, dan ga ik het totaal weer ander bit gebruiken. Hè? Dus je kan zeggen, ik gebruik altijd bitje nummer A. Maar dat betekent niet dat bitje nummer B, C en tool nummer 2 misschien ook heel interessant zijn. Dus daar ga ik het allemaal over hebben. Dat is zowel voor gevorderde als startende nagelstylisten denk ik heel erg interessant. Ik ga jullie eerst even meenemen naar de bitjes om daarmee te beginnen. Ik denk dat het best wel lastig is als je in de winkel staat welk bitje je nou moet kiezen. Ik krijg heel vaak de vraag, oké, maar Milene zegt dat dit bitje heel erg goed is en dat ik die niet moet gebruiken. Maar Sylvana zegt dat ik juist die nodig heb, terwijl dat deze eigenlijk precies hetzelfde is. Dat is best wel lastig. Waar je aan moet denken is, het is allemaal diamond bit. Dat betekent dat het bitjes zijn met een korrel die zowel links als rechts op kunnen bewegen. Dus dat is heel belangrijk, dus geen links- en rechtshandig. Voor iedereen is er gewoon dus een universeel bit. Het enige belangrijke waar je even naar moet kijken zijn de kleurtjes die eraan verbonden zijn en die geven de grofte van het bit weer. Zo zie je dat bij onze originele prep bit, zeg maar het allereerste prep bit, heeft een groen bandje. En dat betekent eigenlijk dat het grofste bit is in deze serie. Moet je altijd, het is niet erg als je daar, zolang je daar rekening mee houdt natuurlijk. En dan daarnaast hebben we twee andere prep bits. Die zijn exact hetzelfde, maar ik had er toevallig twee hier. En dat is dus een grofte minder, blauw. Maar dit bit heeft wel een grit aan de bovenkant. Gaan jullie dat straks allemaal van dichtbij laten zien. Eerst even dit op een rijtje. Dan krijgen we deze cuticle bits. En daarvan kun je ervan uitgaan dat je daarmee onder de nagelriem werkt. Dus dat wordt wel, heb je iets meer skills voor nodig. Maar is ook verkrijgbaar in rood en blauw. Daarbij is rood het zachtst. Dus oké, even voor mijn duidelijkheid. Ja. Dus die twee blauwe bitjes, daarmee werk je tegen de nagelriem aan. Ja. De prep bit. Ja. En het punt bitje, daarmee ga je dus net onder de proximale vouw. Ja, zeker met beide bits ga je inderdaad, de prep bit werk je mee inderdaad tegen de cuticle aan. Of net ervoor, dat ligt er eigenlijk net aan welke techniek je toepast. En de cuticle bit ga je inderdaad, ja cuticle, denk maar onder de cuticle dus, ga je ermee onderdoor. Vandaar dat het ook net iets meer tricky is, omdat je niet precies kan zien wat je doet. Belangrijk met eigenlijk alle bitjes is dat je nooit te veel druk geeft op de nagelplaat. Dus nooit te veel neerwaartse druk. Dus je moet eigenlijk altijd een soort van zweven boven dat nageloppervlak. Dat is ook wat ik jullie straks ga laten zien. Dus heel belangrijk. Andere locatie, daar heb je gelijk in. Goed gezien. Dan hebben we nog een ander bit die daarnaast zit. Dat zijn deze twee, in het rood en in het blauw. Ja. En dat zijn bits waarmee we echt op de proximale vouw werken en tegen de zijwallen. Dus hiermee werken we echt op de huid, op de bovenkant van de nagelriem, proximale vouw. Dus dit is om te polijsten? Ja. Om de huid te verzorgen? Juist. Ga ik jullie ook straks weer laten zien, want ditzelfde kan namelijk ook met dit bit, als je het op de juiste manier gebruikt, maar ook met deze bits als je het op de juiste manier gebruikt. Maar deze twee, dus in het blauw en het rood, zijn wel daar het best voor geschikt. En dan krijgen we dit bit natuurlijk, de manicure bit. En dat bit is eigenlijk, wordt op dezelfde manier gebruikt als deze twee bits. Alleen dit bit heeft een wat kleiner oppervlak. En welke van de twee je gebruikt is een beetje smaakgevoelig. Deze wordt vooral toegepast tijdens een combi-manicure, waarin de lijn, de kniplijn, gevolgd wordt om die af te sluiten en te sealen. Terwijl dit bit eigenlijk meer gebruikt wordt om op een groter oppervlak rondom die nagelplaat te werken. Dus rondom de huid. Dat gaat sneller. Dus deze laatste vier bitjes, die gebruik je niet op de nagelplaat. Die gebruik je op de huid rondom de nagelplaat. Ja,
klopt inderdaad. En zoals ik net ook al aangaf, natuurlijk kan dat wel. Maar het is helemaal niet, niet handig en niet slim om dat te doen. Omdat je eigenlijk met zo'n bolletje maar een heel klein oppervlak dan van die nagel pakt. En er heel snel het risico bestaat dat omdat het zo'n klein gedeelte is, je eigenlijk in die nagel gaat slijpen. Dus ik zou deze echt nooit op de nagelplaat gebruiken. En die andere twee wel. Waarvan de allereerste, dus de prep bits, daar het best voor geschikt zijn. Nou ja, of het meest foolproof. Omdat er dus aan de bovenzijde zit er geen grit op het prepbit. Waardoor je eigenlijk niet echt schade kunt veroorzaken. Het is wel belangrijk dat je realiseert, wil je echt een commie-manicure uitvoeren? Dat is ook niet waar het vanavond over gaat. Daar moet je echt een opleiding voor volgen. Want je moet leren je machine op de juiste manier te gebruiken. Je bits op de juiste manier te gebruiken. En de huid goed te kennen. Voordat we echt die stappen doen. We gaan vandaag eigenlijk tot en met een ruime manicurebehandeling. En een hele net verzorgde prep. Omdat dat eigenlijk de basale stappen zijn die iedere nagelstylist moet maken. Want of je nou gel polish aanbrengt, power gel, acryl, welk kunstproduct dan ook. Die dode huidcellen, dat niet levende weefsel wat op die nagelplaat vastzit, moet worden verwijderd omdat je anders lifting krijgt. En tegenwoordig zijn de producten natuurlijk allemaal heel erg van hoogwaardige kwaliteit. Maar nog steeds lifting is iets wat zeer vervelend is in een nagelstudio. Voor zowel jou als voor jouw klant natuurlijk. Nou, we gaan bij de basis, de basics, beginnen. Ja zeker. Wat jij zegt, Pepijn, dat klopt natuurlijk helemaal. Het is niet alleen om nog strakker te kunnen lakken, hè, die manicure. Maar zeker ook om te zorgen dat ons kunstproduct dus goed op zijn plaats blijft. Omdat er gewoon geen huid aanwezig is meer op die nagelplaat. Dat willen we dus eigenlijk elimineren. Nou kan het op veel verschillende manieren. En jullie hebben net al het hardware gezien. Hè, gewoon echt het staal, het metaal om de nagelriem te verwijderen. En om de dode huidcellen te verwijderen. Maar heel veel mensen vergeten dat wij ook deze super toffe soft cuticle remover hebben natuurlijk. En die ga ik jullie even onder Topshot laten zien. Dat is dit flesje, mooi wit flesje. Het is onderdeel van de Seduction lijn. Dus er wordt veel gebruikt bij gewoon bij een manicure. Waarin je dus niet met metaal werkt eigenlijk. Dus niet met bits en tools. En als je in het flesje kijkt, dan zie je dat daar, ik weet niet of je het op beeld kunt zien. Ik denk het wel, met zwart eronder. Het heeft net een heel mooi, heel fijn glittertje. Ja, Wendy Droppert zegt ook al, met glittertjes erin. Ja, inderdaad, dit zijn mica-vleekjes, eigenlijk hele kleine vleekjes. Ja, maar laat je ook niet bedriegen, want het is natuurlijk wel zo dat dit product is eigenlijk... Dit product is eigenlijk kan heel erg veel schade brengen aan je ogen. Dus het lijkt een heel mooi, lief, schattig product in zo'n mooi wit flesje. Maar het is wel extra voorzichtigheid geboden. Ik ga jullie voordoen en natuurlijk ook erbij vertellen hoe ik dat ga gebruiken. Maar belangrijk is dat je de handen altijd zo snel mogelijk wast onder stromend water. Want water deactiveert het product en zorgt ervoor dat hij niet meer die oplossende werking heeft. Die, als die in je ogen terechtkomt, ook een gedeelte van je hoornvlies ernstig kan beschadigen. Dat is echt heel belangrijk om over na te denken. En het is ook helemaal niet gek om bijvoorbeeld na dit gedeelte even de handschoenen te wisselen, voor het geval er iets aan je handschoenen zit. En goed de handen te wassen. En Gemma vraagt, wanneer gebruik je deze dan? Wanneer je gebruikt, dan worden de nagelriemen heel erg zacht. Kun je dan nog wel de nagelriemen knippen? Een hele goede vraag van jou, Gemma. En die wordt later vanzelf beantwoord als we eraan toekomen. Ja hoor, daar komen we wel aan toe, want ik ga nu maar gewoon beginnen. Ik heb veel te vertellen, want ik vind het zelf een heel interessant onderwerp. Jammer dat ik niet door kan gaan naar de combi-manicure, maar zoals Pepijn zei, daar is wat meer over te vertellen. Daar hebben we geen tijd voor. Dus ik pak de Soft Cuticle Remover en op het punt waar ik nu ben, mijn lieve model Tanja heeft een gedeelte van haar nagels al verwijderd, want ze wilde net haar nagels gaan opvullen. Dus ik ben heel blij dat ze dat nog niet heeft gedaan. Wel is het product hier verwijderd. En ben ik nu op het punt dat ik de nagelriem ga terugduwen. Dus op dat punt van de behandeling zijn we nu aangekomen. Er was lucht, denk ik. Ja, want hij ziet er een beetje beschadigd uit. Klopt, inderdaad. Maar ik heb ze echt allemaal nodig. Dus ik moest ze er helaas bij pakken. Op dit gedeelte heeft inderdaad een heel deel lifting gezeten. En ik probeer eigenlijk altijd zoveel mogelijk het resterende product te laten zitten. Ik vuil nooit het product weg tot helemaal op de natuurlijke nagel. En hier zat hij dus los. Dus ja, dat heb ik wel meegenomen. Oké, en Wendy Droppert, jij vraagt hoe vaak mag je de cuticle remover gebruiken? Nou, dat kun je zeker wekelijks gebruiken. Dat is geen enkel probleem. Ligt er natuurlijk aan hoe hard de nagelriemen zijn. Voor professioneel gebruik gebruik je hem natuurlijk eens in de 3 tot 4 weken in jouw nagelstudio. Het is niet geschikt als retailproduct naar je eindklant.
Maar op je eigen nagels bijvoorbeeld, of de nagels van je partner, dan kun je het best wekelijks gebruiken. Is ook heel erg goed te gebruiken op bijvoorbeeld de teennagels. Ja, helemaal eens. Dankjewel, Pepijn. Dat is een hele goede. Oké, ik ga nu het product, ik zeg niet royaal aanbrengen zodat het eraf druipt, maar ik moet ook niet te zuinig zijn. Dus waar ik dan mee begin is aan de zijwal beginnen en dan met een deppende beweging het product aanbrengen over de nagelriem. En dan pak ik hem eigenlijk net zo even tot die zijwallen pak ik hem mee. En ik gebruik hem eigenlijk alleen maar in huid die intact is. Zodra er een wondje aanwezig is, ga ik dit product niet gebruiken. En je kunt eigenlijk het zo berekenen op het moment dat je aan de, bij de pink het product hebt aangebracht en je bij de tiende nagel, geëindigd bent, kun je eigenlijk meteen beginnen bij de pink om daar de nagelriem voorzichtig terug te gaan duwen. En zeker niet langer als een minuut in laten trekken. Dus dit is wel iets wat je eigenlijk vlot moet doen. Je kunt kiezen om dit om de nagelriem terug te duwen met een cuticle pusher of een woodstick. Dus dat ligt eigenlijk een beetje aan jezelf, zolang je niet schraapt over de nagelplaat. Ik zie een vraag van Elvira. Jij hebt de cuticle remover in een groen flesje. Dat is niet exact hetzelfde product. Dat is een oudere versie, een eerdere versie van het huidige Seduction cuticle remover. In principe kan daar niks mee gebeuren, dus kun je die ook gewoon blijven gebruiken. Dat was een mooi flesje, hè, dat groene flesje. Teennagels ideaal, zegt Jenna. Dat gaat ze zeker proberen. Lik je lak. Ik kwam tot de conclusie dat ik dat een hele tijd verkeerd uitsprak, namelijk een lik je lak. Maar het is natuurlijk een likje lak. Ik gebruik de cuticle remover zelf op mijn teennagels, omdat ik de prep dan wat ingewikkeld vind met mijn benen in mijn nek. Dat kan ik me voorstellen, maar het werkt natuurlijk als een tierenlier. Het grote voordeel is natuurlijk ook op je teennagels wil je niet onder de proximale vouw komen. Je wilt dat die vouw gesloten blijft op de nagelplaat. En door cuticle remover te gebruiken, blijft dat heel goed verzegeld. Er zijn een aantal mensen die een beetje ziek zijn, dus heel veel beterschap jullie. Oh, wauw, wat fijn om te horen. Mijn nagelriemen zijn altijd heel grof en stug. Als ik dit wekelijks zou gebruiken, zou ik duidelijk verschil zien, denk ik. Ja, Wendy, dat klopt. Maar niet aan je ogen komen en goed afwassen met een nagelriemborsteltje als je klaar bent. En ik moet hem nu wel gaan doen, ja. Want anders duurt het te lang. Sorry. Het nadeel van de cuticle remover is dat als het te lang duurt, de nagelriem weer vast gaat zitten. Dus het is ook niet handig. Oké, ik leg de pusher of woodstick. Dat maakt in principe niet zoveel uit. Leg ik zachtjes tegen. Laten we even naar het sideshot ook kijken. Ja. Want dan kunnen we kijken dat de pusher wel parallel aan het nageloppervlak blijft. Ja. Kijk, er staat iets licht ingekanteld. En ik duw heel voorzichtig die nagelriem terug. En dat gaat eigenlijk als vanzelf. Ik maak wel een heen en weer duwende beweging, maar ik schraap niet. Dus ik zet geen druk op de nagelplaat. En wat jullie dan niet zien, maar ik wel heel duidelijk voel, is dat Tanja heeft een hele platte nagelriem, die ook wel goed vast zit op dit gebied. Dus dit voorkomt dat ik daar heel hard aan hoef te duwen. Dus het is ook wel prettig. Oké. Gaat het goed, Tanja? Ja, zoals Risa vraagt aan haar model, zo vraag je dat natuurlijk ook aan jouw klant als je deze manicure zeker de eerste keer uitvoert, om even te voelen of te merken, te horen wat je klant ervan vindt. Ja. Dat contact is altijd belangrijk. Vraag even, hoe gaat het? Gaat het goed? Is het comfortabel? Nou, er zijn veel mensen aan het kijken. Onder andere Donja is er vanavond ook weer bij. Maggie is er, Gemma is er. Priscilla, die heeft weliswaar helaas een migraineaanval. Amber Leleeuw is er, eindelijk weer eens een keer live meekijken. Leuk dat er zoveel mensen zijn voor dit hele belangrijke onderwerp. Ja, ja, daar ben ik ook wel blij om inderdaad. Ja, laten we teruggaan naar Cerise, want jij bent natuurlijk nu. Nou ja, zoals jullie aan de pusher kunnen zien, zij heeft heel weinig dode huid eigenlijk aanwezig. En je ziet dat eigenlijk zo aan die onderkant van die pusher hangen. Hè, dat is een beetje melkachtige... Ja, het is een melkachtige substantie geworden. Dat is gewoon eigenlijk de dode huid die opgelost is. En dat verwijder ik eerst met een droge wipe. En aangezien ik geen water aan tafel heb, ga ik een hoge uitzondering dit verwijderen met prep. En normaal ga je dat natuurlijk onder stromend water verwijderen. En ja, je ziet eigenlijk al een nagelriem die er heel anders uitziet. Ja, dit is misschien wel handig op topshot. Ja, het is al veel cleaner, veel zachter. Ja, zachter en het zit ook los. En het geeft ook een soort van verzorging-ish aan de huid.
je huid knapte. Ik doe het, als ik mijn eigen nagels doe, is eigenlijk wat ik tussendoor altijd even na een week, anderhalf week, twee weken. Gebruik de Soft Cuticle Remover, altijd duw ik eventjes mijn nagelriemen terug. En dan is dat echt opgeknapt. Dan is dat een wereld van verschil. En de huid blijft heel zacht ook daaronder. Dat zou heel verleidelijk zijn voor de klanten om te gaan gebruiken thuis. Hè, dat bedoel ik mee jouw klant natuurlijk in de salon. Maar dit is een product wat echt alleen voor professioneel gebruik is. Dit kun je niet doorverkopen aan je klant. Juist omdat er zoveel haken en ogen zitten aan de gevaren die hangen aan dit product. Hè. Dus dat contact met de ogen. Jij moet als professional moet je goed gewaarschuwd zijn en goed weten wat je doet en hoe je ermee omgaat. Dus dat betekent niet voor je klant. Je kunt er wel vragen om naar de salon te komen om een kleine manicure te doen met lekker een handmassage of wat. En dan zou je dit product bij kunnen verkopen. Ja, en als de klant natuurlijk heel graag het effect van die manicure wil behouden, dan is het natuurlijk altijd belangrijk om cuticle oil te gebruiken, seduction cuticle oil, of de intense cuticle cream, of in combinatie met elkaar. Want dat zorgt ervoor dat het de service of de behandeling wordt verlengd. Dus dat die nagelriemen mooi strak blijven en dat het gewoon de volgende keer ook minder moeite kost om ze weer heel erg mooi te krijgen. Dat heb ik geleerd van Syriza. Nou, je verwijdert dus het overschot, het teveel. Normaal gesproken met stromend water. Heb je nou geen stromend water in je salon? Neem dan een sprayflesje met water, zodat je het goed, maar dan moet je wel even een bakje eronder, dat je het goed nat spreekt en verwijdert. Het water deactiveert de werkzame ingrediënten in Cuticle Remover. Vandaar dat die combinatie heel erg belangrijk is. En het is wel fijn om die glittertjes weg te krijgen, zodat je weer lekker overzicht hebt op je werkplek. Ja, zeker. Het is heel belangrijk ook dat al het product eraf gaat. Want het komt niet ten goede aan je hechting van het kunstproduct. Dus zorg dat het echt goed gewassen is. En daarna ga je eigenlijk verder met een wipe, met prep en wipe. Dus niet alleen het borsteltje, maar echt een wipe. Dat je goed even zorgt dat die huid waar je bezig bent, of die nagel waar je bezig bent geweest, dat die lekker schoon is weer. En dat je eigenlijk door kan gaan met het zetten van je nagel. En dan heb je er echt een mooi stukje behandeling bij in de salon. Ik zou voor deze stap €2,50 tot €5 rekenen. Ik zeg altijd per stap, per bitje of per extra toevoeging zet er €2,50 bij. Maar bereken ook altijd even de tijd waar je mee bezig bent, want de een is net wat sneller dan de ander. En als jij even berekent wat dat kost qua tijd, inclusief de handen wassen en weer terugkomen naar de plek, zou je ook kunnen kijken naar oké, €1 per minuut. Dan zit je ook wel in de buurt. Dus als je je tijd even berekent en dan uitgaat van dan één extra stapje, €2,50, zegt dat je 5 minuten, 6 minuten bezig bent, dan een beetje in het midden gaan zitten, dan is dat een prima extra bedrag als je dat wilt toepassen. Ja, er is een vraag van Rosalie. Waarom zitten die glittertjes erin? Dan is het makkelijker te zien wanneer je het aanbrengt. En dan is het ook makkelijker te zien wanneer het is verwijderd. Want dan zie je die glittertjes niet meer. Dus het is eigenlijk een soort visueel hulpmiddeltje. Ook omdat als je die glittertjes ziet, je registreert. Oh ja, dat zit op mijn nagel. Oh ja, dat zit op mijn nagel. Syriza zei zojuist al wat je hiervoor moet berekenen. Je kunt natuurlijk ook de keuze maken dit een standaard onderdeel van je behandeling te maken. Maar dan bereken je natuurlijk die meerkosten in je behandelingsprijs. Nog even terug naar de vraag van Gemma. Die zei al eerder, ik ben bij iedere e-workshop. Ik ben er altijd bij mijn Nail Talk Live. Dat weet ik, Gemma. Ik ook, dus ik zie jou ook altijd. En Syriza ook, en Gil ook. Knippen van de nagelriemen. Want het is nu natuurlijk heel erg verzacht allemaal. Het is eigenlijk heel goed bevochtigd. Het is heel zacht en glad. Is dat nou nu een verstandig idee? Ja, dat vind ik echt een hele goede vraag. En ik dacht er eigenlijk op terug te komen voordat we, als we met het schaartje aan de slag zouden gaan. Maar het is ook een heel goed moment. Want op het moment dat jij de Soft Cuticle Remover gebruikt en je gaat dus naar de nagelriem kijken, dan zie je dat de dode huid eigenlijk een soort van één is geworden met de niet-dode huid, dus met de levende huid. Dus je kunt eigenlijk niet meer zo goed het verschil zien tussen die twee. En dat lijkt me een heel onverstandig iets om op die manier de nagelriemen te knippen. Want het is niet duidelijk waar je moet knippen. Je knipt heel makkelijk, echt recht door het levend weefsel heen. En ik weet dat er ook les wordt gegeven waarin de nagelriemen geknipt worden, juist met dit product erbij. Maar daar heb ik ook de engste wonden voorbij zien komen. Dus ik zou je dat echt niet aanraden. Het is echt één van de twee. Dus echt een no-go. Zou ik niet doen. Persoonlijk geef ik absoluut de voorkeur aan deze manier van de prep uitvoeren. Ik vind het allemaal een beetje eng, nagelriemen knippen. Het hoeft mij allemaal niet zo heel erg ver en zo. Ik ben natuurlijk een beetje oldschool, een beetje ouderwets. Maar op deze manier heb ik toch zeker wel 2 weken hele mooie verzorgde nagelriemen. En dat is toch net weer extra die extra kerst, die extra cerise op de behandeling. Dus
Dat is echt iets waar je aan moet wennen. En ga maar niet knippen. Die huid is zo vochtig en jong, als het ware, op dit moment, dat je dat inderdaad niet meer ziet. Nee, dat zou ik niet doen. Dus ik zou hem echt lekker zo laten. En ja, ik snap dat het heel verleidelijk is om dat wel te doen. Maar doe dat zeker niet op je klanten. Want je hebt geen idee waar je aan het knippen bent. Je gaat hier ook niet meer met een bitje nu tegenaan? Nee, niks meer. Nee, dus de dode huidcellen zijn verwijderd. De nagel is vertig. Ja, je zou eventueel dit kunnen samenvoegen met een easy prep. En dan moet je even gaan rekenen hoeveel stapjes je dan gaat zetten. Die ga ik jullie later laten zien om te zeggen, nou oké, ik heb de easy prep gedaan. Ik heb daarbij ook het velletje geknipt. En doe ik nog even die soft cuticle remover eronder. Ja, dat kan prima. Maar je breidt de behandeling dan wel heel ver uit, wat eigenlijk niet echt nodig is. Maar het zou kunnen. Je kan het proberen. Baat het niet, dan schaadt het niet. Maar wel... Na het knippen, niet voor het knippen. Sylvia zegt, je brengt deze toch aan voor de combi-manicure. Aletta zegt, nee, juist niet. Dat is niet de meest ideale combinatie, Sylvia, om de nagel eerst te verzachten, de nagelriem met de cuticle remover, en daarna de combi-manicure uitvoeren, door alle redenen die we hier zojuist hebben uitgesproken. Als je natuurlijk heel ervaren bent en je krijgt iemand met hele harde, taaie nagelriemen, kan het natuurlijk wel helpen. Maar dan moet je wel echt de ervaring hebben, ook op die specifieke klant, van waar is het levend weefsel, waar niet en hoe moet ik daarmee omgaan? Zeker niet de eerste keer zomaar out of the blue bij iemand. Dat is echt niet verstandig. Nee, vind ik ook niet, inderdaad. Daarvoor zou ik gewoon lekker het eerste bitje pakken. Als je sowieso denkt bij jezelf, nou, ik vind het allemaal eng en schaatjes en dat hoef ik allemaal niet. Dan gaan we naar het eerste bitje kijken. Ik ga nog even terug naar het bakje, zodat je dat kan zien. Dat is dit eerste prepbit. Dan zien jullie, dat is eigenlijk de grofste van het stelletje. Maar heerlijk. Heerlijk. Dit bitje gebruik ik al zo lang. Het is echt het allereerste diamond bit wat ik heb gebruikt. Als je kijkt aan de bovenkant, dan zie je dat daar geen grit op zit. Zie je? Dat is helemaal glad. En ja, zo voorkom ik ook dat ik de nagelriem beschadig. En het enige wat ik hier eigenlijk mee doe, is het dof maken van de natuurlijke nagel. En het verwijderen van eventueel velletjes die erop vast blijven zitten. Nadat ik de nagelriem heb teruggeduwd. Oké, dus we gaan nu al naar de volgende behandelingsvorm. Jazeker. Naar de prep. Nou, voordat we dat gaan doen, wil ik het even hebben over het product van de maand. Want natuurlijk, deze maand is dat gel polish met 20% korting. Maar we hebben een aantal keer vragen gehad van jullie over wat is nou de komende maanden het product van de maand. Nou, daar hebben jullie een hot nieuws over ontvangen. Maar als je dat nou wil weten voor jezelf, maak dan nu even een screenshot. Want hier zie je het overzicht. In de maand februari is dat Power Gel. In de maand maart Fibercoat. Ja, we gaan hele mooie dingen met Fibercoat laten zien. In april zijn alle topgels aan de beurt. In de maand mei natuurlijk Seduction. Dat past wel mooi bij de maand mei, vind ik. Mm-hmm. In juni staat de hele maand in het teken van Seal and Protect. De professionele nagelverharder, gepatenteerd van Magnetic Nail Design. En in juli staat het in het teken van Rubber Base. Dat zijn de eerste 6 maanden van 2024, maar er zijn nog 6 maanden in 2024. En dan komen we natuurlijk in augustus. Augustus staat helemaal in het teken van de Blush Babe met de blusjes. In september gaan we dan naar de professionele equivalent daarvan, de Fiber Gels, de best lopende gel binnen het assortiment. Heerlijke gel, kun je mee verlengen, dunne nagels, super mooie nagels. In de maand oktober gaat het over Art Gels en Nail Art. In de maand november e-files en de bits, dus de verschillende e-files, de verschillende bits, alles komt ter sprake. En de maand december sluiten we af met lekker veel airnailsen. Nou, het product van de maand krijg je natuurlijk 20% korting op. Dat geldt niet alleen bij ons in Nederland en bij onze distributeurs, maar zeker ook bij al onze distributeurs wereldwijd. Dus waar jij ook zit, kun je altijd kennis maken of je assortiment vergroten door gebruik te maken van het product van de maand. Nou, is het best wel soms zo dat we denken, oh jee, ik word er een beetje zenuwachtig van. Want ik heb klanten die stoppen. Hoe gaat dat nou? Hoe gaat dat bij mij in de salon? Soms zijn het dingen waar je een beetje zorgen over maakt. En dan hebben we natuurlijk onze enige echte eigen Cheryl, die ons daar wat wijzer over maakt. Hi, welkom. Hier een nieuwe saloncoachingstip. En deze tip kun jij misschien wel heel goed gebruiken. Althans, een tip, het is eigenlijk meer eventjes een pep talk. Want het is januari en het zou zo kunnen zijn dat jij ook een appje ontvangt van een klant die stopt. En pling, een tweede appje van een klant die gaat stoppen. En potverdorie, nog een derde klant die gaat stoppen. In één keer schiet je dan toch lichtelijk in paniek. En hoe kan dat nou? Gaat er iets mis? Ligt het aan jou? Waarom stoppen die klanten nou in één keer? Nou, één grote tip van mij
wees gerust. Het is januari en daarbij hebben veel mensen goede voornemens. En letten op de financiën is daar vaak één van. Dus we gaan alles even in perspectief zien, want de decembermaand was natuurlijk erg duur. En die nagels lijken dan in één keer overbodig. Je hebt natuurlijk ook altijd van die klanten en die fanaat zijn van die nagels die zich dat niet kunnen voorstellen. Maar je hebt ook van die klanten die het wel leuk vinden, de nagels, maar het eventueel ook wel zouden kunnen missen. En waarschijnlijk zijn dat precies die klanten die jou even zo'n appje geven. Wat jij nu het beste kunt doen, is in ieder geval daar altijd netjes en professioneel op reageren. Van nou, vind het super fijn dat je klant bent geweest bij mij in de salon. Wat jammer dat je stopt. Mocht je ooit weer willen beginnen, dan staat de deur voor je open. Voor nu wil ik je adviseren om in ieder geval niet zelf de nagels te verwijderen. Maar laat dat zeker professioneel doen, om natuurlijk schade op die nagels te voorkomen. En op die manier kun je toch een adviserende rol voor de klant geven. En daarbij durf ik wel te wedden dat wanneer het mooi weer wordt en dat we allemaal wat meer naar buiten toe gaan, de klant vanzelf weer terugkomt. Want dan wil je natuurlijk ook gewoon een mooi kleurtje op de nagels. Kortom, wees gerust, jij ziet die klant vanzelf terug. Ja, en als die klant dan terugkomt, dan is het natuurlijk meteen 5 euro duurder, omdat je natuurlijk intussen een diepgaandere prep uitvoert en natuurlijk je behandeling hebt aangepast. Dat is een klein geintje. Ik zie dat de hot news over de producten van een maand niet bij iedereen is binnengekomen. Katrien gaat er morgen even naar kijken, ze reageert er ook over. Maar jullie krijgen die voor het eind van de maand, heb je dat zeker. En we maken ook een flyer, een leaflet, en die wordt straks in jullie pakketjes ook gestoken. En natuurlijk kun je het ook meenemen als je op kantoor bent of op nummer 3. Zo direct heb ik nog wat leuke trainingsmogelijkheden voor jullie met Syriza. Dat zijn er maar een paar per jaar, maar desalniettemin daardoor heel erg leuk en bijzonder om bij te wonen. Maar nu gaan we eerst even terug. Want de prep komt natuurlijk van het woord preparation, oftewel voorbereiding. En de voorbereiding is eigenlijk niks anders dan het eerste deel van een manicurebehandeling. Nou, Syriza, take it away. Take it away. Ja, ik was net al bezig met de vinger van mijn model. En die heeft een hele bijzondere oranje streep over de nagel. Dat is heel bijzonder. We weten allebei nog niet wat het is. Maar we gaan gewoon even kijken naar de nagel. Ik zie het. Nou, gewone nagelriem. Eigenlijk keurig, zoals iedereen dat heeft. Ik denk, ik pak ook niet de moeilijke ertussenuit. Want dit is gewoon de realiteit. En zeker ook basisprincipes van prep. Daar wil ik eventjes met jullie op ingaan bij deze nagel. Ik ga mijn poesje gebruiken, want dat is altijd iedere stap van de behandeling. Welke poesje je kiest, is echt smaak. Er zijn ook binnen Magnetic heel veel verschillende soorten poesjes. Met soms een rechte zijde aan de andere kant. En poesjes die wat breder zijn, die wat meer een kuipje hebben. Deze is net wat platter. We hebben ook een poesje in de vorm van een woodstick. Alleen dan van metaal, dus die kunnen we wel desinfecteren. En dit is altijd een van de fijnste poesjes, omdat hij een heel smal kuipje heeft. Ja, oké, dus we brengen geen cuticle remover aan? Nee, we brengen geen cuticle remover aan. Het is gewoon droog inderdaad. En ik ga de poesje neerzetten. En wat ik doe, Tanja heeft een hele gladde nagel. En een klein beetje prep en wipe sprayen? Dat kan. Wil je dat? Nou ja, dat ik wilde dat gewoon even zeggen. Ja, dat kan. Ja, dat kan inderdaad. Daarmee wordt de nagelriem, kun je hem net wat beter pakken. Heb ik soms het idee. Ik borstel ze meestal altijd helemaal droog met prep en wipe. Ik vind het juist fijn om die droge huid te kunnen zien. Ik vind als het nat is, vind ik het wat lastiger. De nagelriem van Tanja, dat zullen jullie ook vaker tegenkomen in de salon, ligt echt wel vlak op de nagel. Dus het is best wel moeilijk om daar net dat aanstootrandje te vinden. Daarbij zet ik vaak de poesje net even een stukje hoger. Normaal is dit je angle, zeg maar. Mm-hmm. En nu zet ik hem net wat hoger. Ik kijk uit dat ik niet te veel neerwaartse druk heb. En ik zorg eigenlijk dat ik eerst eens voel vanaf waar die nagelriem nou precies begint. Dat is best wel lastig te vinden. Aleid vraagt of u ook een woodstick zou kunnen gebruiken. Ja, zeker. Ik vind een woodstick zelf niet prettig om te werken. Ik heb daar het idee dat ik juist iemand een beetje meer mee raak, zeg maar. Omdat ik het heel lastig vind. Ik weet niet of dat gek klinkt. Maar ik heb wat meer controle met de pusher. Ja, het is natuurlijk ook wat groter, de pusher. De orange woodstick is vrij scherp. Toch dus, wel, hè? Ja, want jij zit natuurlijk met die schuine kant. En die schuine kant is natuurlijk een scherpe houten rand. Dus je moet echt zoeken wat voor jouw hand het prettigst is.
Ja, ik heb nu de nagelriem inderdaad teruggeduwd. En dan kun je ook zien dat op deze, op dit gebied, dit stukje, de nagel echt wel een beetje lastig nog vast zit. Maar dat geeft helemaal niets, want des te makkelijker of des te fijner is het werken met het prepbit. Want zo kan je heel duidelijk eigenlijk soort van dat velletje een beetje eigenlijk wegsnijden. Dan zie je heel goed waarvoor dat prepbitje nou eigenlijk bedoeld is. Zoals ik jullie net heb verteld, gebruik ik dat prepbitje dus net iets voor de nagelriem. Ik heb even een vraag van Iris. Zij ziet heel vaak filmpjes dat ze de manicure met talkpoeder doen. Ja. Jullie doen dat niet? Nee, maar waarom wordt dat gedaan, Cerise? Sorry, ik zet hem even uit. Sorry. Ja, er wordt vaak een beetje talkpoeder wordt er gebruikt, omdat dan dat velletje op een of andere manier net wat lekkerder weggehaald kan worden. Dan heeft het net iets beter grip op de losse velletjes. En je moet ook wel daarvoor weten wat je doet. Dus het is niet zo dat je denkt, ik heb nog nooit geleerd om de combi-manicure uit te voeren. Ik gooi dat eroverheen, want het wordt vanzelf makkelijker. Want je moet echt, wat je leert in een les, is hoe de huid te herkennen om te zien wat voor bit je nodig hebt. En dat is iets wat met dat talkpoeder compleet wegvalt. Dus je kunt niet meer zo goed zien met wat voor type nagelriem je te maken hebt. Maar de skills die je dan hebt, die gaan jou vertellen hoe je dan het bitje gebruikt over die huid heen. En dat is vooral bij het polijstende gedeelte. Met het ronde bitje of met het ovale bitje, om die bovenkant van die proximale wal, om daar de velletjes van los te halen. Ik heb het zelf nooit geprobeerd. En binnen Magnetic wordt het ook nog niet gebruikt. Maar ik weet wel dat onze blush experts, dus die ook combi-manicure doen, dat die dat wel in hun lessen toepassen. Dus ja, misschien als je dat interessant vindt, is het best wel eens tof om naar zo'n les te gaan. Waar je dat dan kunt leren. Want zij zijn daar natuurlijk dagelijks mee bezig om dat te ontwikkelen. Ja, Aletta zegt, door het poeder worden droogvelletjes ook zichtbaarder. Dat klopt. Ik wil daar wel even aan toevoegen dat er natuurlijk mensen zijn die heel diep gaan met hun combi-manicure. Heel Instagram staat er vol mee. Dat is niet zozeer waar wij achter staan. Er is een bepaalde grens tot waar wij vinden dat je de combi-manicure mag verantwoordelijk kunt uitvoeren. Dieper gaan om het dieper gaan. Dus gewoon naar nog verder. Dat opent natuurlijk toch de proximale vouw omhoog. En die proximale vouw zit er en is verzegeld aan de nagelplaat om te voorkomen dat de bacteriën en infecties naar binnen kunnen komen, naar de matrix. Dus wel altijd met zorg en wetenschap handelen en niet alleen maar doen omdat het kan. Hè, begrens jezelf een beetje. Daarbij komt ook dat de Nederlandse klanten niet altijd een super, super diepgaande combi-manicure willen uitgevoerd hebben. Voor de pusher, de woodstick gebruik je wel bij de combi-manicure, omdat de woodstick daar niet zozeer een pushende werking heeft, maar een liftende werking. Dus je tilt de nagelriem daarmee op. Dus onderop. Dat is een iets andere benadering van de woodstick. Volgens mij ben ik wel weer, dat zegt Aleid ook. Maggie vraagt, als je een extreem nagelbijter hebt, kan het zijn dat hij of zij dubbele nagelriemen heeft en dat die harder aan de nagels plakken? Ja, dat is zeker waar. Een nagelbijter, eigenlijk wat die nagelplaat denkt of vanuit de matrix, wordt er eigenlijk, daar gebeurt iets en die nagel denkt gewoon bij zichzelf, ik moet me nu gaan verdedigen, want ik word continu aangevallen. En daardoor gaat die nagel niet alleen twee keer zo snel groeien, maar is het ook nog zo dat die nagelriem eigenlijk, dat die zo gaat plakken om dat allemaal maar te beschermen eigenlijk. Zo moet je het een beetje zien. Dus de ontwikkeling van die nagelriem, dat gaat echt heel erg hard. En dat is ook niet iets wat je met een combi-manicure in één keer moet verwijderen. Want er staat een enorme spanning op dat gebied waar die nagelriem eigenlijk, de plak van die nagelriem komt van onder die proximale wal vandaan om die sluiting te maken. En die trekt eigenlijk, door de groei van die nagel, trekt die eigenlijk aan die proximale vouw. Waardoor als je die in één keer wegknipt, die eigenlijk helemaal bloot komt te liggen. En echt onwijs kwetsbaar is. Dus ik zou zoiets echt in kleine stukjes, door eerst de nagelriem eens terug te duwen en een klein stukje wegknippen. De tweede keer mag je nog een beetje verder wegknippen. En dan komt die nagelriem, gaat daar een beetje aan wennen. Die is ook wat losser. Die wordt niet zo, staat niet zo heftig meer onder spanning. En op die manier, de combi-manicure, daar moet sowieso een huid aan wennen. Maar vooral een nagelbijten. Maar dat kan wel echt het verschil maken als je ook alleen maar al een klein stukje wegknipt en niet gelijk helemaal
tot diep in die huid. En ja, Pepijn had het er net al over. Je ziet natuurlijk vooral in de Oostbloklanden, zie je daar nagelriemen die echt, ja, je ziet, het lijken inderdaad net blote billen of borsten die tegen elkaar aan worden gehouden. Heel veel spanning staat erop en het is echt zo'n dikke huid. Maar zij gebruiken ook modellen daarvoor, waarvan die huid daar super geschikt voor is. Niet iedereen heeft zo'n proximale vouw. Als ik dit bijvoorbeeld bij Tanja zou willen gaan proberen om die huid tevoorschijn te krijgen, wat mij ook echt wel lukt als ik dat wil, dat gaat niet lukken, want zij heeft dat al van zichzelf niet. Dus, en sommige mensen hebben helemaal geen nagelriem. Bijvoorbeeld mensen met kappersexeem hebben zulk soort proximale vouw al van zichzelf. Dus je moet niet te veel plaatjes kijken. Je moet altijd doen wat goed voelt en veilig voelt. En ik zeg ook al, als die huid rood wordt, is het wat mij betreft al afgekeurd. Dus houd het gewoon in gedachten als je aan het werk bent in de salon. Nou, ik denk dat het verder dat het tijd voor de volgende stap, Pepijn. Ja, zeker. Ik moest even hoesten. Ik zat het door. Kan je nog iets zeggen? Hij is los. En nu gaat hij weer. Ja, we gaan weer. Oké, dus de nagelriem is teruggeduwd met de ronde zijde van de cuticle pusher. Ja. En nu ga je dan het prepbit, waar dus geen grit aan de bovenzijde van het bitje zit, precies, gebruiken om langs die nagelriem te gaan en de dode huidcellen te verwijderen. Oftewel, ja, de cuticle. Ja, zeker. En iedereen doet dat eigenlijk op zijn eigen manier. Hoe ik geleerd heb te werken met het prepbit is vanaf midden naar links, vanaf midden naar rechts, om te voorkomen dat we tegen kruinen in draaien. Want de nagelriem heeft ook een kruintjes eigenlijk, hè, in de hoekjes. Als je daar omheen moet en je wil dat echt perfect doen in dat hoekje aan de rechterkant, wat dan lastig is, dan is dat echt voor je lichaam en ook, denk ik wel, ook voor snelheid, toch sneller om hem net even één keertje om te draaien. Dat betekent dat ik eerst iedere linkerkant ga doen. Dat kan snel, dat kan langzaam, dat is wat je zelf wil. Daarna draai je hem om en dan doe je alle rechterkanten. En dan hoef je niet veel tijd te verliezen. Dus je kunt daarvoor kiezen en dan bedenken wat je zelf prettig vindt werken. Ik ga dus beginnen vanuit het midden en ga ik naar links bewegen. En zoals jullie zien op dit gedeelte was de nagelriem aardig vastgeplakt. Weet je wat ik even wil doen? Ik wil even een foto maken, zodat ik jullie kan laten zien wat ik gedaan heb. Want het is vaak heel moeilijk te zien. Ja, en zelf moeten jullie dus ook voor jullie huiswerk een foto maken. Ja. Nou, zo ziet het er dan uit. Ja. En het ziet er vaak echt gruwelijk uit van zo dichtbij. In het echt is het heus niet zo erg. En daar zie je echt dat hier dit gedeelte een beetje moeite had om los te komen. En dat ga ik nu met het prepbitje losmaken. Je ziet hier in die hoekjes ook de huid nog een beetje vastzitten. Maar je wil iemand niet verder beschadigen met een cuticle pusher. Je wil iemand überhaupt niet beschadigen met een cuticle pusher. Nee, precies. Überhaupt niet, dat is waar. Heb jij een punt. Oké, ik begin van het midden naar links. En mijn elektrische vel staat ongeveer op 15.000 toeren. 10 tot 15.000 toeren is prima. Even het midden opzoeken. Ja. Oh, met mijn bit, ja. Zal ik even kijken of ik wat kan inzoomen, Sries? Ik had laatst mijn app kwijt, maar ik had hem weer gevonden. Ja, doe maar. Soms gebeurt dat. En ja, super. Zo. Ja. Nou, dan zie je dat stukje wat lastig te bereiken was. En ik pak het bovenste gedeeltje van het bitje, eigenlijk het topje. En daarmee beweeg ik in super kleine stapjes naar de linkerkant. Laat me even het topshot zien, Kiel, want dan zien we ook dat het verdwijnt van de nagelplaat. Dus je gaat langs de teruggeduwde nagelriem, die vorm hou je aan? Ja, die vorm hou ik aan. Ik geef nergens druk naartoe, niet naar boven en niet naar beneden. Dat ga ik nog even één keer doen. En ik zweef over het oppervlak. Ik raak de natuurlijke nagel net wel, net niet aan. En dit is in de forward stand, omdat je links naar de linkerkant gaat. Ja. Als je straks naar de rechterkant gaat, gaat die in de reverse stand. Ja, precies. En het is nou eigenlijk in het echi de bedoeling dat ik eerst alle linkerkanten ga doen en dat ik hem dan pas omdraai. En dan zet je dus je frees naar nul. Nul, de snelheid draai je naar nul. Je zet hem uit als extra veiligheidsmaatregel. Je draait hem om. En je zet hem weer aan en omhoog. En zo zorg je ervoor dat je frees niet te grote klappen krijgt. Voorzichtig mee zijn. Zeker. En dat hoeft niet per nagel. Dat kan gewoon per kantje. En nu staat hij dus op reverse. Nu staat hij op reverse en dan kan ik hem naar rechts bewegen. Ik doe hem expres nu heel langzaam voor, hè, zodat jullie goed zien wat ik doe. Dan zie je ook die witte kleine stukjes huid wegspringen. En dan pak ik de rechterkant. En die herhaal ik indien nodig nog één keertje. Zo.
is al een stuk schoner. Ja, het is al een stuk schoner inderdaad. En je gaat ook zien dat als ik die foto nu maak, dat het dan echt wel scheelt. Is niks zo handig. Wendy Droppert zegt dat ze in de NMB heeft geleerd om dit op rond de 15.000 toeren te doen. Nu zie ik ook veel op 4.000 toeren. Is beide goed? Zeker Wendy, beide is zeker goed. Je moet alleen opletten dat hoe lager je het toerental zet, hoe meer je moet opletten dat je geen druk gaat zetten met je bitje op de natuurlijke nagel. Hoe hoger het toerental, hoe eenvoudiger het is om de frees het werk te laten doen. Dus gaat het toerental omlaag, dan ga je meer opletten dat je niet gaat drukken. Omdat het minder snel gaat, heb je de neiging om te gaan drukken. Maar 15.000 is een goed uitgangspunt, Cerise. Zeker. Ja, ik vind 15.000 toeren wel echt lekker. Je moet er inderdaad ook een beetje voor uitkijken dat hij niet te langzaam staat. Maar ook, hier geldt weer, iedere nagel is anders. En iedere huid, dode huid, voelt ook weer anders. Op het moment dat ik nu de nagel van Tanja had, moest ik echt een stukje velletje wegsnijden. En op het moment dat ik dan een laag aantal toeren had gebruikt, had ik dus meer druk moeten geven, waar toch het risico weer is dat ik de natuurlijke nagel ga invrezen. Dus dan wil ik liever dat hij wat harder staat en dat ik dan kan zweven over het oppervlak heen. En uiteindelijk weet ik zeker dat je leert om ook tegen de 30.000 toeren aan dit te doen. Maar dan moet je echt zorgen dat je eerst een half jaar tot een jaar echt meters maakt met het eigen maken van deze stap. En dan kan je zeggen, nou, ik voel het nu zo goed. Ik merk dat ik een beetje in slaap val ondertussen. Ja, dan moet je gewoon snelheid gaan opvoeren. Ja, maar nooit te hard duwen. Ik heb een foto gemaakt. We hadden natuurlijk eerst deze foto, waar de nagelriem was teruggeduwd. En dat we echt nog zien dat het daar de nagelriem nog heel erg vast zat. En als we nu doorgaan naar wat ik er net heb gedaan, zie je dat eigenlijk die hele ruimte hier, dat velletje helemaal weg is. Met een paar kleine stapjes. Nou, nu zie je natuurlijk links en rechts zie je nog een klein stukje huid zitten, wat nog een beetje vast zit. En als je de nagel van Tanja op deze manier bekijkt, zien we ook in het echt dat het wel meevalt. Hè? Dus dan zien jullie dat het op beeld toch echt wel heftig is. Wat ik eigenlijk zou doen met nagels als deze, nagelriem als deze, is hem toch nog eventjes een klein stukje terugduwen. Even te kijken, oké, is nu alles lekker los? En dan voel ik ook, oké, dit is prima. Kan bij haar nagelriem ook niet verder dan dit eronder. Mm-hmm. Dit is echt max. Nou, dan heb ik hier natuurlijk die hoekjes. Want nu hebben we eigenlijk een prep gehad waarvan ik vind dat die in je behandeling moet zitten. Ja, dus het is niks extra's. Dit is gewoon je behandel. Je behandeling. En nu gaan we door met de leuke nieuwe tool. De curette. En de curette is eigenlijk, ja, het doet me altijd denken aan zo'n tool waar je puistjes mee kan uitknijpen. Comedomen verwijderen. Ja, daar lijkt het echt heel erg op. Maar het is dus een gaatje met waar je goed op moet letten. Echt één scherpe kant en een wat zachte kant. Dus je moet goed kijken dat je de juiste kant hebt. Het is best wel scherp. Het lijkt heel onschuldig, maar dat is het niet. Moet je goed opletten. En aan de andere kant hebben we dan een rechte pusher. Hiermee kun je dus ook verder met het wegschrapen van dode huidcelletjes. Alhoewel ik je daar wel wil vragen om daar super voorzichtig mee te zijn natuurlijk. En hier kun je inderdaad, als je geen prepbit gebruikt. Hij wil hem niet, hè? Ja, zo. Als je geen prepbit gebruikt, kun je deze tool natuurlijk ook gebruiken om losse velletjes los te halen van de nagelplaat. Heel voorzichtig. En dan kan je het los. Maar je ziet dat het nu niet gebeurt, omdat er niks zit. Oké. Ik ga nu wel een klein beetje prep en wipe sprayen om de huid iets zachter te krijgen. Nou, met de curette kun je dus hele strakke nagelriemen krijgen zonder dat je hoeft te knippen. En zonder dat je onder de proximale vouw hoeft te komen. Want de curette is eigenlijk een hele veilige tool om heel netjes de dode huidcellen van de nagelplaat te verwijderen. Kijk maar even mee. Ja, want ik kan niet zo ver onder Tanja de nagelriem. Maar ik kan zeker in deze hoekjes wel komen. Dit willen we van boven zien, Gil. Ja. Ik kan zeker in deze hoekjes komen. En dan zie je dat ik de net wat kleine velletjes nog mee wegtrek uit die hoekjes. En je kunt net wat verder komen zonder dat je de huid kunt beschadigen, want hij is rond natuurlijk. Juist. En ik ga de andere kant op. Het is ook niet de bedoeling dat je gaat schrapen of gaat gutsen met de curette. Met de curette voel je echt het niet levende huidcellen en die haal je weg. Ja, en dan zie je ook, dat zal ik straks even met een foto laten zien,
dan zie je ook dat de nagelriem hier ook mooi vrij komt te liggen en dat er eigenlijk geen... Hier is er nog een stukje. Ja, en het zijn die hoekjes waar natuurlijk vet, vuil en vocht zich ophopen. Dus je moet altijd in die hoeken heel goed aandacht besteden om dat goed weg te krijgen. Ja, dit is ook superbelangrijk als je je lak goed wil aanbrengen. Dat die hoekjes schoon zijn en je kunt zien dat ik nu aan beide zijden... Lik je lak vraagt of je de scherpe kant naar beneden hebt. Ja, scherpe kant naar beneden. En daardoor kun je dus ook die dode huidcellen exfoliëren. Perfect voor de hoekjes van de nagelriem, zegt Aletta. En Monique zegt, ik ben een beetje laat, maar dit lijkt wel een comedome toe. Dat klopt, maar dat is het niet. Het is een curet. Aan de ene kant scherp, aan de andere kant niet. In tegenstelling tot de comedomeverwijderaar. Waardoor je dus heel zacht en heel secuur de dode huidcellen in de hoekjes van de nagel kunt verwijderen. Eén stukje voor nog perfecter leuk. Resultaat. Je hebt een leuk stukje? Ja, het is heel leuk om dit te doen. Want ik zie echt dat het echt mooi... dat ik mooi die ruimte krijg hier. Kijk wel, ja. Ja, even voorzichtig. Niet te hard schrapen. Dat is wat ik heel voorzichtig probeer te doen. Want ik heb zelf... dat is niet om jullie te laten schrikken. Maar ik ben zelf wel eens net iets te ver gegaan. Met een dergelijke tool. Dus ik heb ook echt even goed van tevoren moeten voelen bij Tanja. Oké, eventjes kijken hoe jouw nagel voelt. Doe dat ook bij je klant even. Ga eerst even kijken wat het nou precies is. Want ik haalde echt zo'n heel strookje schaaf die ik echt van mijn natuurlijke nagel af. Omdat ik dacht, dat doe ik eventjes. Dus wees er super voorzichtig mee. Ga eigenlijk alleen maar door totdat die huid... totdat het lekker schoon is en dat je net eventjes wat van die losse stukjes nog ziet verdwijnen. En dan is dat heerlijk om te doen. Ik heb zelf wat dieper liggende sinussen, hè, die twee hoekjes. Dus zelf bij mezelf kan ik nog verder onderdoor. Dus dat is leuk om dat eventjes bij verschillende klanten te proberen, maar eventjes voorzichtig doen. Ik zal even een foto maken van wat ik nu heb. Ja, zoals jij ook al zei, een curet is ook heel fijn te gebruiken in de zijlijnen van de nagel. Als een klant hoge zijwallen heeft, omdat je heel lekker aan de zijkant het als het ware kunt schoon krabben. Zie je goed wanneer je de scherpe kant of de niet scherpe kant gebruikt, Cerise? Is een vraag. Nee, dat kun je niet heel goed zien. Maar dat voel je wel. Dat natuurlijk. Voel je heel goed, ja. Want je blijft echt, want hij is echt wel vrij recht. Dus je blijft echt met één kant. Blijf je echt goed haken achter die nagel, terwijl de andere er heel zacht overheen glijdt. Dus je moet daar even goed gevoel in krijgen, want hij is namelijk gewoon recht. Dus dat is wel eventjes, wel even goed opletten. Ja, het is echt een prof tool, een professional tool. Ja. Als je toch de look van de e-manicure wil hebben of de commie-manicure, zonder de daadwerkelijke commie-manicure uit te voeren. Er zijn natuurlijk twee stromingen. Je hebt mensen die knippen heel graag en je hebt mensen die knippen helemaal niet graag. En voor de laatste doelgroep is deze tool onmisbaar. En voor de eerste doelgroep, de klanten, de mensen die dus die nagel willen, riem willen knippen, is deze eigenlijk ook onmisbaar, omdat je net nog wat verder onder die hoeken en die zijlijnen kunt komen, zonder dat je dat per se met de punt van je bitje hoeft te doen, waardoor dat bitje er natuurlijk weer makkelijker overheen gaat. Nou, anywho, we gaan terug naar jou. Ja, want ik wil jullie eventjes laten zien dat we in de hoekjes toch nog wat hadden zitten, terwijl ik wel mijn prepbit langs heb gehaald en flink echt wel wat kracht heb gegeven er tegenaan, omdat ik het eigenlijk altijd hoop met het prepbit wel voor elkaar te krijgen. En bij de tweede foto kun je echt zien dat er nog meer huid, het is wat stoffig nog, maar dat er nog meer huid aan de zijkant echt open is gestaan en de weg nu echt wel vrij is voor het plaatsen van het product. Ik heb niet geknipt, hè? Laat het even duidelijk zijn. Dat is ook als je het zo close-up ziet, denk je bij jezelf, nou misschien moet je daar wel knippen. Maar als we hem nog eventjes in de realiteit zien, laat hem nog eventjes zien op Topshot. Dan is die nagel eigenlijk nu wel echt klaar, gewoon voor productapplicatie. Is gewoon prima hoor. En ik moet er wel bij zeggen dat de nagelriem natuurlijk droog is, maar dat komt van Prep & Wipe. Ik denk dat het wel fijn is om op het laatste stukje eventjes het model de handen te laten wassen. Zodat jullie kunnen zien hoe dat eruit ziet als het dan helemaal af is, de werkelijkheid. Dat was dan eigenlijk de normale prep. Dus de prep zoals je dat eigenlijk zou moeten doen. Waarbij je de curet eigenlijk als extra hebt. Om toch in die hoekjes even nog wat extra schoon te maken. Als je model hebt met wat plattere nagelriemen. Dan is dat niet echt... bij Tanja
zie je wel verschil, maar is niet echt nodig. Maar je hebt mensen waarbij dat heel erg geplakt zit en dat je echt denkt, nou, oké, als ik nou ga lakken, dan heb ik daar echt problemen mee. Dan kun je lekker nog eventjes goed in die hoeken. Die curet past echt overal tussen en dan kun je die laatste stukjes huid ook nog weghalen. En dat voorkomt ook echt lifting. Dus wat mij betreft, je hoeft dan geen bits te gebruiken. Geen bits meer verder, niet knippen. Met die curet is het toch nog eventjes net wat beter. Dus een hele fijne tool die je heel snel kunt gebruiken. En vanaf woensdag dus ook bestelbaar in de webshop van Magnetic Nail Design en bij onze distributeurs. De curet, maar ook dus de tool die we zo direct te zien krijgen, de Hook Cuticle Scissor. Wil jij nou een keertje een live les hebben van Cerise? Dat kan ik me helemaal voorstellen, want iedere keer als ik naar haar luister, denk ik bij mezelf ook, ik zou wel een keertje bij jou in de les willen zitten. Helaas is dat nog steeds niet gelukt, hoewel iedere keer dat wij hier zijn, is het natuurlijk een soort les. Maar we hebben een aantal lesmogelijkheden voor jullie met Cerise, lessen van Cerise herself. Nou, welke lessen zijn dat? Dat is de Salon Perfectie, gegeven door Cerise in Soesterberg. En dat kan op 18 februari of op 26 mei. Nou, Salon Perfectie, Cerise, wat houdt dat in? Wat leren we? Hele mooie nagels, maar wat leren we dan? Nou ja, ik vond dit zo'n leuke les om een keer te doen. Want normaal gesproken geef ik altijd die wat langere shapes en heel veel uitdaging. Maar de grootste uitdaging is natuurlijk die perfecte salonnagel maken. Want dat is eigenlijk iets wat ik eigenlijk altijd mis aan informatie geven tijdens die lessen. Dus gewoon een mooi plain nagel in één kleur. Supermooie, snelle voorbereiding van de natuurlijke nagel te doen. Leren hoe je met je product overweg kan. Leren hoe je je elektrische vel optimaal gebruikt. Dus zo min mogelijk handfeilen. Zoveel mogelijk met die elektrische vel. Dat is echt mogelijk. Als je er maar op traint. Daar ligt echt nadruk op. En dan gel polish aanbrengen. Perfect. En een mooie foto maken. Dus echt alles waarin je in de salon, waar je tegenaan loopt. Dat tot in perfectie echt gewoon nailen. Voor die mooie eindfoto natuurlijk. Die ik dan samen met jullie ga maken. Dus, en dus voor alle niveaus is dat wel is dat te doen. Ja, dus eigenlijk een onmisbare opleiding. Hallo, daar ben ik. Ik was eventjes weg. Ja, soms heb je dat, hè. Maar eigenlijk onmisbaar voor ieder niveau. En wat je ook doet in de salon, wil je jouw salonwerk nou perfectioneren, is dat de les voor jou. Wil jij nou creatief worden uitgedaagd? Dus echt out of the box. Echt helemaal spectaculair iets geweldigs maken? Dan is deze les ook voor jou. Cerise's Masterclass. En dit is al met, volgens mij, met crunchies en dingetjes. Die is op 1 maart in Weert. Ja, heel leuk. En het leuke van deze training is ook, nou, je hebt daar een foto van die inlay. En dat hebben we toen op het IDM gedaan. Dus voor de magnetic trainers van over de hele wereld. En iedereen had daar zijn eigen dingetje in, wat hij kon knutselen. Het gaat in ieder geval over heel veel diepte in die nagel met verschillende producten. Dus lekker hybrid. En daarbij weer alle tips en tricks voor het maken van die mooie French. En dat kan in verschillende lengtes gemaakt worden. Dus ik denk ook wel echt toegankelijk. Nou, en dan komen we bij iets wat misschien iets minder toegankelijk is, maar wel heel erg mooi. Dat is op 10 maart in Soesterberg. En dat is de 3D Wavy Inlay gegeven door Cerise. Nou, ik heb deze nagel gezien op foto's. Dit is echt gewoon geweldig. Prachtig. Allemachtig. Ik denk dat je er maar 2 maakt op een dag. Ja. Maar alle kanonnen, wat zijn ze mooi. Ja, ik vind dit zelf ook echt super mooi. Ik had echt al mega veel variaties gezien op Instagram. En ik was echt nog een beetje aan het kijken naar hoe is dat nou tof. En Magda had natuurlijk een prachtige set bij ons gemaakt. Die jullie nog wel ergens gaan zien binnenkort een keertje. En dan, die staat natuurlijk al op, maakt niet uit. Die set van Magda, ik zag haar maken. Ik denk, dat is de truc. Wij gaan dit product gebruiken en dan krijg je een hele gave diepte. Nou, en dat klopte. En zo heb ik eigenlijk een aantal lessen. En dus ook weer voor distributeurs en Magnetic Trainers gegeven. Super tof. Je kan heel die dag heerlijk in je bubbel. En je hebt een prachtig eindresultaat. Het is echt een hele superleuke les. En gaaf voor je portfolio natuurlijk op je socials. Ja, Etty zegt, schrijf mij maar in voor die 3D Wave. Alet zegt, yes, ik ga ook naar Cerise's Masterclass. Leuk. In Weert natuurlijk. Maar ik heb nog 1 opleiding die ik onder de aandacht wil brengen. Het zijn er best wel veel. Maar ja, Cerise, het is natuurlijk ook zo bijzonder dat jij een keertje echt voor de klas staat. Ja. Moeten we natuurlijk allemaal even de revue laten passeren. En het is deze French Reverse Perfection. Nou, dit is toch wel echt heel erg mooi. Dit zijn de nagels van onze collega Kobi. Ja. En ja, als je dit wil leren, kan dat in Soesterberg op 30 maart. En dit is dus de perfecte French nagel.
Ja, inderdaad. Je ziet natuurlijk heel veel mooie French reverse voorbij komen met onwijs toffe inleden erin. Hè. Die lessen geef ik normaal gesproken altijd. Maar het, als ik nou eens kijk wat nou het moeilijkste is aan zo'n dag, is het eigenlijk hoe zet ik dat schabloon, hoe bouw ik het nagelbed en hoe ga ik dan zorgen dat alles mooi in proportie is. Nou, dat is exact wat we gaan doen. Dus overal neem ik even een paar stappen terug in die perfectietrainingen en ga ik eigenlijk daar de doelgroep aanspreken die het wel tof vindt, maar zoiets heeft dat langer, dat doe ik allemaal niet in de salon. Ik wil graag die basisprincipes wil ik heel goed leren. En dat wordt dus een mooie, naar keuze, witte of zwarte French. Niks erin, voor de rest helemaal niks. Wit of zwart. En dan super tof, super strak. En natuurlijk ook weer een mooie foto aan het einde. En alle tips en tricks, veldtechnieken en ja, noem maar op. Alles wat je me wil vragen eigenlijk. Wil jij je nou inschrijven voor een van deze trainingen? Dan kan dat natuurlijk. Ga dan even naar www.magneticneildesign.com. Kies dan de Academy. En dan voor het gemak is het makkelijk als je boven in de zoekbalk gewoon even Syriza intypt. Want dan krijg je automatisch het overzicht van de workshops, masterclasses die Syriza geeft. Anders moet je echt even navigeren door de hele Academy. Nou, dit is wel zo praktisch. In de zoekbalk Syriza, dan zie je niet alleen Syriza Sweeties, maar dus ook de Syriza's masterclasses. Over masterclasses gesproken, natuurlijk onze lieve Jessica, die sluit de maand januari af voor ons volgende week samen met Syriza. En dan gaat het over gel polish, nail art technieken, advanced. Nou, ik heb dus aan Jessica gevraagd, Jessica, het is gel polish, product van de maand, niet alleen in Nederland, ook vooral. Dus dan moet jij wel nail art laten zien met gel polish, maar ga nu eens een keertje echt advanced. Nou, toen ik het eenmaal had geschreven, toen dacht ik al een beetje, oh jee. Wat zou dat dan gaan worden? Want Jessica en advanced, dan wordt het denk ik onvoorstelbaar. Dus ik denk dat we er echt met z'n allen naar moeten kijken. Misschien ga ik wel achter in de green room mee zitten kijken bij Gil, om te zien wat ze nou eigenlijk gaat maken en af en toe ook eens even een vraag te stellen. Maar dat is natuurlijk volgende week maandag de laatste show, de Nederlandse laatste e-workshop van de maand januari alweer. Jessica is die week ook op woensdag mijn gast in de Engelse show. En dan gaat ze laten zien hoe je basic designs maakt met gel polish. Want de Engelse e-workshops zijn natuurlijk nog niet zo vaak gedaan. Dus we moeten eerst beginnen met een basistechniek voordat we naar dat advanced kunnen gaan. Woensdag in Nails of Life International is het natuurlijk de beurt aan Joanna. En Joanna gaat jou en mij laten zien hoe je ombre nagels kunt maken op allerlei verschillende manieren. Nou, anyway, zo direct heb ik natuurlijk voor jullie nog de winnaars van de challenge van Luelle. Maar voor nu gaan we eventjes terug naar jouw series. Ik ga even kijken, want we hebben de soft prep gehad met de cuticle remover. Mm-hmm. We hebben de prep gehad met het prepbit en vervolgens ook de curette gebruikt om de corners van de nagels schoon te maken. We komen nu bij de easy prep. Ja, inderdaad. De easy prep is voor mij echt een super fijne behandeling. Ik moet heel eerlijk zeggen dat als ik hem uitvoer in de salon, ik eigenlijk altijd meer een beetje richting de combi manicure ga. Dus dat ik, ik ga jullie straks de bits natuurlijk laten zien, maar dat ik mijn ene laatste bitje duw ik vaak altijd net nog ietsje verder. Dat is ook vooral omdat ik mooie foto's wil maken en daar iets mee wil doen. Dat ga ik vandaag niet laten doen, omdat dat er makkelijk uitziet, maar eigenlijk heel tricky is, omdat je echt niet weet hoe hard je kan duwen of welke richting je op moet gaan. En hoe je dat, hoe dat kan verschillen per klant. Dus dat ga ik niet doen. Ik ga jullie gewoon de easy prep laten zien die je zonder training kunt doen. Wil je daar nou meer over weten, wil je nou leren hoe je dat net iets verder kan brengen, dan moet je wel echt naar een fysieke les komen. En niet omdat ik het niet wil uitleggen, maar omdat ik gewoon bang ben dat er anders ongelukken gaan gebeuren. En dat vind ik niet tof. Dus dat gaan we dus gewoon doen. We gaan beginnen met het terugduwen van de nagelriem. Zonder cuticle remover, zonder iets? Ja, zonder iets. Ik heb gewoon de nagelriem even scherp laten maken. Ja. En daar zie je ook die vervelende nagelriem van Tanja die weer lekker vastzit hier zo. Waarvan ik ook weet dat ik daar extra voorzichtig mee moet zijn straks. Je ziet ook op dit gedeelte van de cuticle dat die ook wel wat harder trekt aan de huid. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien thuis. Ja, dat zie je. Maar die trekt aan die huid. Maar misschien ook even vanaf de zijkant kijken, Gil. Want dan zie je, als het goed is, zie je ook dat die helemaal uitgetrokken op die nagelplaat zit, zeg maar. Ja, we zien nog even helemaal niks, zegt Gil mijn oor. Ja. Maar je ziet dat die echt vast zit aan die nagelriem. Ja, het lijkt ook wel of er trauma is geweest. Tanja, heb jij hier ooit iets gedaan?
Weet ik eigenlijk niet. Nee, weet ze niet. Nee, het lijkt net of hier iets... Ik zie dat de huid is daar anders als de rest van de vinger. Zoals je ziet. Maar dat kan ook echt net zo goed komen door die nagelriem die hier zo hard aan het trekken is, hoor. En Tanja vertelde me al dat zeker met dit weer die nagelriemen nog even wat harder worden. Dus dat is ook wat je terugziet. En daar ga ik extra voorzichtig mee zijn. Je ziet dat echt omdat hier dan vanaf topshot is dat beter te zien. Dat de nagelriem hier te zien is, die is heel wit. Sorry hoor, Gail. Ik wil van alles. Ja, je wilt terug naar topshot? Ja. Ja, ik zit net te denken, wij moeten Tanja even intense cuticle cream geven. Ja, ja, ja. Ja, Tanja, dat moet jij gaan gebruiken. Ze is echt heel zielig, hoor. Ja, want je ziet hier dan ook inderdaad dat de nagelriem ook wat roder is. En dat is zeker met dit weer heel herkenbaar. En dan hier heel licht. Dan heb je, als je dit helemaal zou moeten knippen als in een combi-manicure, betekent eigenlijk dat je tot hier die hele nagelriem weg kunt knippen. Maar dat vindt die huid daarboven helemaal niet zo fijn. Dus dat gaan we dus ook niet doen. We gaan gewoon beginnen met het terugduwen van die nagelriem. Dus zachtjes en met zorg. Wederom de cuticle pushen misschien even van sideshot. Want dan zien we dat we hem dus weer in die ietsjes 30 graden, 45 graden hoek hebben. Iets hoger. Om even dat... randje te krijgen. En als hij dan eenmaal daar is, dan kun je verder gaan. En je ziet dat hij nu al daar hier zit. Hier zie je dat hij daar hier los zit en hier wil hij niet verder meer. Dat kan ik ook gewoon laten en met het prep-bit straks de eerste stap maken. Kijk, hier zit hij weer wel los, dus daar kan ik hem nu gewoon losmaken. Topshot. Dus ja. Hij zit hier aan dat middelste stuk, zit hij eigenlijk nog vast. Eigenlijk is dit heel fijn, hè, dat het gebeurt. Zodat jullie echt kunnen zien wat je daar nou mee doet. Zou je dat ook met de andere zijde van de cuticle pusher heel zachtjes kunnen losmaken? Ik wil dat niet doen, nee. Oh, oké, sorry. Nee. Nee, want het is een hele scherpe punt en daarmee wil ik niet in de buurt komen. Maar het is ook helemaal niet nodig. Oké, ja, hij kwam toen net al een beetje los. Hij komt wel dus een beetje los. De nagelriem is teruggeduwd. Hij zit nog een beetje vast in het midden. Dat gebeurt natuurlijk best wel vaak bij klanten. En dan kun je dus of te hard gaan duwen, of je kunt gaan doen wat Syriza nu gaat laten zien. Laten we samen kijken. Ja, eventueel als die in twee stapjes moet, is dat niet heel erg. Ik ga beginnen... Ik ga beginnen natuurlijk normaal gesproken in het midden, maar laat het nou precies de plek zijn waar die nagelriem vast zit. Dus ik begin iets daarna. Iets daarnaast. En ik neem in kleine stapjes, neem ik me weg naar de andere kant. En dan zie je eigenlijk al dat hij nu los is. Even vanaf sideshot kijken. Ik kan er nu met mijn pusher langs. Oh ja, kijk, nu zie je het goed. Ja. Want van topshot is dat best wel een beetje verblindend. Klopt. Zo. En dan ga ik nog een keertje met de pusher. Even terug naar dat plekje. En dan... Lik je lak vraagt, kun je ook gelijk je prepbit eroverheen halen als de nagelriem zo vast zit? Juist om hem wat losser te maken. Dus het terugduwen van de nagelriemen overslaan. Nou, ik zou wel echt wel de nagelriemen terugduwen, hoor. Omdat je dan ook een randje hebt waar tegen je aan zit te werken. In plaats van als je op de nagelriem zit, dan heb je geen... minder controle, een minder guideline daarvoor. Ik weet niet of jij het daarmee eens bent, Syriza. Ja, ik ben het daar echt ontzettend mee eens. Ik probeer mee te lezen, maar dat gaat helemaal niet. Dat is niet erg. Maar je neemt, als je je prep-bitje neerzet en je hem eigenlijk dus al snijdend zo weghaalt, neem je eigenlijk wel een risico dat je misschien wel op de levende huid zit, die ook een beetje mee naar beneden is getrokken. Dus ik ga dan extra goed kijken of ik niet een stukje huid meeneem. Dat kost mij veel te veel energie. Terwijl op het moment dat ik gewoon de nagelriem terugduw, dit heb ik eigenlijk haast nooit. In de winter heb je af en toe eens een klant waarvan je weet, oh, die heeft droge nagelriemen, hebben dit af en toe wel eens. En als ze eens in de 3 tot 4 weken bij jou komen, komt het meestal niet zo ver. Maar als dat zo is, zou ik dat op deze manier doen. Anders gewoon echt de cuticle terugduwen, daarna met het bitje de nagelriem volgen. Is vele malen makkelijker dan het op deze manier te doen. Oké. Nou, kan niet wachten. Ik ga dus even terug naar de nagel en dan gebruik ik toch weer even de pusher, want zoals je ziet is dat los. Het is in ieder geval schoner. Ja, het is schoner. Het is echt helemaal los. Zie je? Nou, dus ideaal. Er was niet zoveel voor nodig. Hier nog een heel klein stukje, maar dat kan ik straks ook wegkrijgen. Want bij de Easy Prep hebben we namelijk altijd nog een tweede bitje wat we gebruiken om net dat laatste randje, dat witte randje wat je ziet, om dat net iets omhoog te krijgen. Nou doen we dat eigenlijk bij een combi-manicure ook. En dan klappen we deze huid, als het ware, klappen we helemaal terug omhoog. Dat is iets wat we nu niet gaan doen. Dat klinkt wel heel dramatisch. Ja, maar zo is het wel. We kantelen het een beetje
van de nagel af. Ja, ja, oké. We kantelen het van de nagel af, normaal gesproken. Wat ik nu ga doen is alleen de natuurlijke nagel wat zichtbaarder maken. Dus ik ga zeker niet prikken. Dus je bent nu klaar met het prepbit? Ja, ik ben klaar met het prepbit. Oké, dus je hebt je eigenlijk alleen in het midden gebruikt, dus niet links en rechts. Nee. Je hebt hem nu gewoon alleen in de voorwaartsstand gehouden om dat middenstukje los te maken. Ja. En Sessa? Ik ga verder met het cuticle bit. Het verschilt, zo zie je ook maar weer, het verschilt ook nog per nagelriem. Want stel je voor, als deze nagelriem nou hoog op staand had geweest, had ik genoeg gehad aan een beetje met mijn prepbit. En ja, dan ben je eigenlijk zo goed als klaar. Dan is er misschien links en rechts nog iets te verwijderen. Maar bij Tanja, omdat die nagelriem echt heel plat ligt en je er eigenlijk niet zo ver onder komt, ga ik nu verder met het vlambitje, noem ik het altijd. Maar het heet cuticle bit natuurlijk. En dat is het rode bit. Met het puntje. Met het puntje. Die had ik ook in de blauwe variant. In de blauwe variant gebruik ik hem zelf nooit. Die is grover. Maar ik heb liever dat dit bitje wat meer toeren maakt. Want dan krijg ik hetzelfde van elkaar als het blauwe bitje en dan op 5.000 of 10.000 toeren. Ik vind het spannend, het blauwe bit. Terwijl andere mensen zeggen, ja, ik heb hem echt nodig voor mensen die een hele stugge huid hebben. Dus het kan wel. En op mijn nagels? Nou, jouw nagels vind ik helemaal altijd spannend. Want jij hebt bij het minste geringste natuurlijk wat in je nagel zitten. Maar bijvoorbeeld bij, als iemand echt werkhanden heeft. Dus echt harde zijwallen vooral. Dan kan je zeggen, nou pak die blauwe, om dat lekker, om dat vooral lekker zacht te maken. Oké, ik werk met dit bit het liefst op de reverse stand, omdat ik eigenlijk ga bewegen het allerliefst van links naar rechts. Dat is wat ik het fijnst vind. Mm-hmm. Andere mensen vinden het veel lekkerder om van rechts naar links te werken. En dat heeft er niks mee te maken of je rechts of linkshandig bent. Dus dat moet je gewoon aanvoelen. Ik vind dit prettig. Dat komt waarschijnlijk door de boezem, omdat dit niet lekker zit, als ik zo zit. Ja, en Gil zegt, eigenlijk doen we in Nederland alles van links naar rechts. Van links, ja schrijven ook, ja, klopt. Ja. Klopt. Dus ik ga dit bit gebruiken en ik ga hem eerst even droog voordoen, dus dat hij niet draait. Ik ga hem gebruiken en ik ga hem niet op deze manier onder de cuticle zetten. Ik ga hem ook niet op deze manier onder de cuticle te zetten, maar net iets daartussenin met meer omhoog. En dan ga ik het bovenste puntje van het bitje gebruiken, zoals je dat ook in een e-manicure doet. Dus 1/3 van het bit gezien vanaf boven. En die ga ik voorzichtig met kleine stapjes meenemen langs dit randje, om net wat meer ruimte te maken. Beweeg ik hem naar rechts. Dat kan ik een paar keer herhalen. En je ziet dat ik hem nu in plaats van het midden echt overstap naar de linkerkant. Hem dan afmaak, naar recht toegaande kant, recht naar rechts bewegende motion, zeg maar. En dan het laatste stukje pak ik dan met de kant hoe ik het minst lekker werk, naar links. Want dat is dan nog maar een klein stukje. Dus en op hoeveel toeren gebruik je dit bitje? Vraagt Pita. Ook weer hetzelfde als het prepbit, zou ik zeggen. Dit is wel echt afhankelijk van de nagelriem, van de huid. In het geval, het kan ook juist die hele natte, vochtige huid, dat die juist lekkerder werkt met een blauw bitje. Maar je moet dat echt per klant bekijken en dan eigenlijk ervan uitgaan dat de rode bitje het lekkerst werkt met af en toe eens een uitstapje naar het bitje met het blauwe bandje. Het verschilt echt qua huidtype. Het is ook haast niet uit te leggen, vandaar dat de combi-manicure ook heel moeilijk uit te leggen is, omdat je daar met nog veel meer bitjes werkt. En je kunt op beeld haast niet zeggen wanneer je kiest voor welk bit. Het is heel lastig. Daar heb je echt een baktheorie voor nodig. Oké, ik ga dus van links naar rechts bewegen. Ja. Een bit staat op reverse en op 10.000 toeren ongeveer. Moet ik heel eerlijk zeggen dat ik dat ook doe voor het beeld, omdat ik er niet zo op zit zoals ik dat thuis zou doen. Omdat ik extra voorzichtig wil zijn. Dus zo zou je ook moeten beginnen. En ik probeer de cuticle aan te tikken. Mag iets naar het midden, Tanja? Ja. Iets lager. Hè? Dan probeer ik hem aan te tikken totdat ik er een klein stukje onderdoor kom. En dan zie ik eigenlijk dat velletje al een beetje naar boven komen. Maar ik pak alleen het eerste gedeelte van die nagelriem. Ik ga geen opwaartse druk geven om ruimte te maken onder de cuticle. Dus eigenlijk het hoornrandje. Eigenlijk maak ik
Zo leg ik het altijd uit tijdens de les. Ik maak ruimte voor de gel polish. Ja. Dus als jij denkt, oké, hier wil ik mijn gel polish, dan is dat het randje waar ik ruimte voor maak. En je ziet dat die huid hier aan de zijkant een stuk harder is. Dus eigenlijk zou ik hier iets meer druk moeten geven. En ik geef je zit nu op de huid en niet op de nagel. Nee, ik raak de nagel absoluut niet aan. Mijn beweging is naar rechts duwend. Dus tegen de zijwal aan? Tegen de zijwal aan. En ik zeg altijd, het puntje is lava. Als zijnde het puntje mag niet je natuurlijke nagel raken. Zodra je het idee hebt dat je tegen een natuurlijke nagel aankomt, ben je eigenlijk al verkeerd bezig. Nou, en dan zie je dat die nagelriem al een heel stuk mooier uitziet. Dat er heel wat ruimte is gekomen. Mm-hmm. Ja, je kan er echt goed onderdoor kijken. Ik ga dat nog een keer herhalen. En daarbij ben ik ook voorzichtig met dit gedeelte. Yeah. Ja. Dat hadden we al gezien helemaal in het begin. Kleine stapjes, ook hier. Gaat die, Tanja? Ja. Oké. Stappen over. En we gaan naar de zijkant. De huid vindt dat echt niet leuk. Dus ik moet daar echt stoppen. En daarna pakken we de andere kant. Oppervlakkig blijven. Gewoon op die oppervlakte, op dat oppervlak. En dan naar de andere kant. Nou, de huidje wil dat echt niet. Ja, het wordt een beetje geïrriteerd. Ja. Dus ik ga daar ook vandaan. En dan heb ik het amper aangeraakt, hè? Ja, nou eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Maar dat is al met het prepbitje, hè? Ja. Ja. Dus nog niet eens van dit bitje. Hele kleine stapjes, daar waar ik mijn gel polish wil hebben. Zet ik dat neer. En dan ben je eigenlijk klaar. Ik zou natuurlijk wel wat verder willen gaan, maar dat gaan we nu niet doen. Nee, maar misschien is het wel even een goed moment dat ik eventjes wat de winnaars doe van Luwelle. Want je gaat snel. Ik moet even mijn goede tijdspassen pannen rustig hebben. Rustig aan. Even kijken. Misschien een gekke vraag van Wendy Winkelman, maar welk cijfer komt overeen met de 10.000 toeren op de Revolution? En waarom staan er op de vrezen de cijfers 1, 2, 3, et cetera, op en niet het aantal toeren? Daar heb ik eigenlijk geen antwoord op, Wendy. 2,5 is 15.000 toeren. Als ze het heeft over de Revolution, dan heeft hij 5 standen en dan is 2,5 15.000 toeren. De helft. Nou, ja, inderdaad, de helft, ja. Inderdaad. Even kijken, hoor je het ook heel goed als je op de nagelplaat komt met het bitje, zegt Chrisje? Jazeker, dat hoor je, want het is een ander geluid als je op de nagelplaat zit of op de huid zit. Nou, in ieder geval, Cynthia Visser, je had natuurlijk wel echt een heel verdrietig nieuws. Jij hebt vandaag na 16 jaar je kat moeten laten inslapen. Nou, iedereen wens je heel veel beterschap, heel veel sterkte. Ja. Want dat is natuurlijk wel echt een vreselijk moment. Ik denk dat heel veel van ons dat moment kennen. Maar het is vreselijk, we denken echt aan je. En gelukkig vind je wat afleiding hier bij ons, de nagelgekkies. januari staat natuurlijk in het teken van gel polish. Waar Syriza nu die nagel zo mooi voor schoonmaakt met die 20% korting. Dat is dus nog ongeveer een kleine 2 weken. Hè? Dus als jij nog wat gel polish wil instaan, is dit het moment. Nou, hier zien we de afbeelding met die prachtige cash glitter. En jongens, dan hebben we weer mooie gel polishes voor jullie in petto. Nou, we gaan naar 2 weken geleden. Toen was Luwelle hier en Luwelle die deed weer haar nageltrends van het moment. Super populair, altijd lekker fris en verfrissend om te kijken naar Luwelle. Dus laten we even gaan kijken, wat was ook weer de challenge? De huiswerkopdracht. Maak een set van minimaal 5 nagels met het thema Winter Valentina. Wintero Valentina. Geef deze set een icy look. Nou, zijn jullie benieuwd? Ik ook. Ik heb hier de feedback en die feedback die heb ik alvast klaar liggen. Over de eerste inzending wordt gezegd. Da-da-da-da. Super tof. Doordat je de flakes mat hebt gelakt, krijg je echt een tof icy effect. Dit is echt een hele leuke creatieve combinatie gemaakt door Angelique Klopman. Van harte gefeliciteerd Angelique, super goed gedaan. Inderdaad, dat icy effect. Leuk hè, dat we er nu ook gezichtjes bij hebben. Van harte gefeliciteerd met jouw mooie inzending. Super goed gedaan. Mooi dat blauw, super pastellerig. Nou, goed gedaan. Van harte gefeliciteerd Angelique. Maar we hebben nog 2 winnaressen, zoals jullie weten. Over de 2e inzending, en dit is een oud gediende, zeg maar. Mooie set. De glitters komen goed tot hun recht en die dubbele French met het hartje erbij is zo leuk. Goed gedaan. Agnes Soppen. Van harte gefeliciteerd, Agnes. Oh ja, die dubbele French. We zien daar inderdaad een French-randje met een hartje eraan. Super goed gedaan, Agnes. Van harte gefeliciteerd, ook met jouw inzending. Passend bij het thema, met een heel klein beetje Winter Valentina. Nou, dan hebben we alweer de 3e winnares en daarover wordt gezegd. Fluffy foto.
leuke variatie op de set die ik gemaakt heb tijdens de live. Doordat je de hartjes op verschillende plaatsen hebt gezet, komt de set speels over. Mooi gemaakt. En het wordt gezegd over de inzending van Sandra Langenberg. Supergoed gedaan, leuk, ja. En dat fluffy, dat bondje erbij. Nou, helemaal in thema, helemaal in stijl. Supergoed gedaan. Van harte gefeliciteerd jullie allemaal. Maar iedereen heel erg bedankt voor het meedoen natuurlijk weer met die eerste e-workshop van het nieuwe jaar. En Luelle gaat nog vaker terugkomen. En de winnares hebben natuurlijk een heel mooi pakket gewonnen. En dat is dit pakket met de blush Silvery, de blush Glassy en de blush Ivory. En natuurlijk die hele mooie Unicorn Flakes, die nieuwe Silver Unicorn Flake. Een set waarmee je in ieder geval het komend jaar heel veel kunt doen. En wist je dat in de zuidelijke Europese landen, met name de lente en de zomer de maanden zijn, dat mensen ivory op hun nagels willen dragen? Eigenlijk zelfs het hele jaar door. Dus als jij nou een klant hebt met een wat getintere huid bijvoorbeeld, nou adviseer ivory als het lichte variatie, de lichte variant op de nude look. Past altijd en past bij iedereen en zeker de blush ivory, omdat die hele mooie combinatie van dekking en transparantie heeft. Net als bij jade, zoals mijn ring, jade wordt gekend in zijn translucentie, dus de helderheid, de transparantie en de dekking. En die, datzelfde spel van kleuren en dekking krijg je met de blush ivory. Nou, in ieder geval genoeg over de blush ivory. Als je nou vanavond wil meedoen, heb je natuurlijk ook het huiswerk te maken. En dat huiswerk is, zoals je weet, maak een set nagels, de lengte maakt niet uit, waarbij je één van de getoonde technieken uitvoert. Maak een mooie close-up foto van de nagelriem die geschikt is voor je social. En sets met beschadigde nagelriemen worden niet goedgekeurd. Nee. Nou, heb je 2 weken de tijd voor, dat wil zeggen tot en met 5 februari. Jullie kennen het, stuur het in via de link die je kunt vinden in het album Perfectie en Manicure. Zijn er verbeterpunten, neem Jessica of Cerisa contact met je op. En vergeet niet die step-by-step foto's, maar met name de eindresultaatfoto toe te sturen. Want dat is de foto waar het allemaal omdraait. Doe je dat, krijg je je certificaat. Maar je maakt ook kans op deze hele mooie prijs met de curette. De curette, de hoek scissors, de bitholder en de verschillende manicure bits, inclusief dat heerlijke roze borsteltje waarmee je heerlijk nagelriemolie kunt inpolijsten. Daar word ik altijd helemaal gelukkig van. Dus dat is wel een hele mooie, coole prijs. Nou, Cerise, we gaan weer terug naar jou, want we moeten kijken hoe ga je die nagel nu afmaken. Ja, ik heb, zoals jullie begrijpen, ga ik niet verder met deze nagel. Ik ga je natuurlijk niet laten zien hoe ik het schaartje gebruik. Het is wel heel goed dat als jullie de video nog eens terug gaan zien, zien jullie dat ik vertel over die nagelriem waar zo'n spanning op staat. Ga maar eens goed kijken hoe die vast zit. Hij zit eigenlijk nu nog steeds vast, alleen hij is beschadigd door het prepbit. Dus ook maar weer een teken dat je dat beter niet meteen met het prepbit kunt doen. En dat je sommige huidtypen gewoon eerst even met rust moet laten. Of eventueel de soft cuticle remover daarvoor gebruiken. Voordat je dat los gaat halen. Want het zit best wel stevig vast. Soms en eigenlijk waarschuwt de huidje vanzelf al. Dus let daar goed op. Ga goed kijken wat komt er aan indicaties zijn. Dus waarom je iets, een behandeling niet moet uitvoeren. Ik heb in de tussentijd natuurlijk, waar we net soft cuticle remover hebben gebruikt, die nagel is inmiddels natuurlijk alweer wat uitgedroogd. Dus dat is een goede nagel om net even een stapje verder op te gaan. Ik heb inderdaad met het bitje, heb ik hier de nagelriem een stukje omhoog gezet. Ik zal hem er nog één keer langs halen, zodat jullie zien dat er wat ruimte is ontstaan. Wat ik heb gedaan, het is alleen maar even om jullie te laten zien wat ik nu heb. Ik heb met dat bitje, ben ik eronder doorgegaan en heb ik net een beetje die nagelriem omhoog gezet. Als je al meer dan 5 minuten wacht, merk je dat dat ook alweer vanzelf een beetje terugvalt. Zie ik, duw voorzichtig met het puntje van het bitje, de zijkant, duw ik een beetje ruimte onder die nagelriem. En eigenlijk meer doe ik niet. Datzelfde doe ik ook nog een keertje aan dat stukje aan de linkerkant waar ik dat lastig vind. Zo, op deze manier. Dan hou ik hem ook weer een beetje schuin. Niet te veel duwen. Het is geen combi manicure. Ik maak ruimte voor de gel polish. Nou, dan is dit eigenlijk gewoon voldoende. Als je naar het bitje kijkt, dan zie je ook dat alleen het puntje gebruikt is. Ja. Dus maximaal dit gedeelte gebruiken. Als je hier nu een heel klein puntje ziet wat gebruikt is, dan betekent het dat je te veel met het puntje onder de nagelriem zit te prikken. Je moet hem echt een beetje vanaf de zijkant gebruiken. En nu kunnen we door met de volgende stap en dat is het schaartje. Ik ga even zorgen dat stofjes weg zijn, want ik wil duidelijk overzicht waar de nagelriem is. Jullie snappen natuurlijk wel dat ik niet meer durf te knippen nu.
Nee hoor, je kunt gewoon nog knippen. Je ziet dat de huid, deze huid er al heel anders uitziet dan de nagelring die we net hadden. Deze huid is een stuk rustiger om te zien, wordt ook niet zo aan de huid getrokken. En daar is een opstaand randje is daar ontstaan. En vaak als je op deze manier over de nagel kijkt, dan zie je ineens dat er zie je een wit randje heel erg goed omhoog staan. Hè? Zien jullie dat? Even stilhouden. Het is niet scherp. Wilde hem niet? Nee, ik ga het nog een keer proberen, want ik zag hem wel. Ja, is het scherp? Dan ga ik hem even kantelen. En dan zie je dat er een wit randje omhoog staat. Zie je dat? Nee, je ziet hem niet. Nee, je moet eigenlijk die vinger even zo doen. Zo. Ja, kijk, nu zie je hem wel. Nou, wat deed ik dan net? Oké, nu zie je inderdaad dat als ik er zo overheen kijk, dat ik een wit opstaand randje zie. Vaak dat randje wat je ziet zitten, dat zou je een beetje mogen knippen. Op het moment dat je geen randje ziet, ga dan ook niet knippen, want dan valt er niks te knippen. Dus alleen dit stukje mag. Nou, het hoekschaartje, de naam zegt het al, heeft een hoekje aan de bovenkant erin zitten. En dat maakt het echt wel een stukje makkelijker om te knippen. Je hebt ook een heel fijn grip op die handsvaten. Er zit een rubbertje in aan de binnenkant. Het ligt heel lekker in de hand. Het is een vrij kort schaartje, wat zorgt dat je lekker veel controle hebt. En als ik nu de nagel erbij pak, dan zie je dat dat schaartje ook meteen in dat hoekje staat waarin je, waarin je kan knippen. In tegenstelling tot een rechtsgaatje die je vaak moet kantelen. Ja. Dus dit werkt veel lekkerder. Ik hou hem eigenlijk recht met de zijwal. En dan kan ik eigenlijk al het eerste stukje knippen. Heel klein beetje. Zal weer even een beetje inzoomen. Ja, dat je want dat het is echt zien. Maar minimaal. Het is ook minimaal. Dus inderdaad. Je gaat niet helemaal gutsen en enge dingen doen. Nee, het is echt alleen maar een haartje. Een heel klein randje zo, wat je hier ziet. Je ziet hem al hangen. Zie je dat? Zie je? Hier is die. Chrisje vraagt, is dit voor rechtshandigen, dit schaartje? Jazeker, dit is het rechtshandige schaartje. Zo. Dus hier is dat randje weg. Nou, als je nog een heel klein randje hier aan en Anna, jij zegt, heb ik nog een oud schaartje zeker? Ik heb geen rubber in het midden. Nee, dit is een nieuw schaartje. Die is dus verkrijgbaar vanaf aanstaande woensdag met dat haakje. Laten we even terugkijken, Gil. Ja. Hier heb ik nog een stukje. Een heel klein stukje knippen. Mini. Het is echt haast niks. Kijk, hier zie je het. Een heel klein randje wat je dan kan pakken. Want je kan ook echt alleen maar het velletje pakken waar je heel goed bij kunt. Dus op het moment dat je al weerstand voelt, dat je al denkt, nou, dit is lastig, krijg hem niet te pakken. Dat betekent dat je al veel te ver bent. En dit is alleen het randje wat je een heel klein stukje op ziet staan. Hier, nou is het weg. Ja, ik heb eventjes, Jackie, jij vraagt, zijn er ook schaartjes voor linkshandig? Jazeker, Precision Cuticle Scissors for Left-Handed Use. Die bestaat, die is er ook al. Dit is inderdaad een nieuw schaartje en dit is wel een Precision schaartje, Chantal, maar dit is het Precision Hook Scissors. Het nieuwe schaartje waardoor je nog meer controle hebt tijdens het knippen van de nagelriem. Jullie krijgen daar trouwens ook natuurlijk nog een hot nieuws over, hè, morgen. Even kijken, is er ook een linkshandige variant? Nog niet, Lidie, maar wat niet is, kan nog komen. Ik ben een lefty, maar je knipt rechts, zegt Sylvia. Oh. Nou, dat vind ik heel erg indrukwekkend. Dat vind ik zo knap als mensen dat kunnen. Ja, dat is echt knap. Ja, je hoort het vaker. Hè? Vroeger hadden ze niet altijd zomaar... Nou, vroeger, het klinkt of je heel oud bent. Maar je wordt heel snel geneigd dat ze zeggen van... Nou, leer maar gewoon met rechts knippen, hoor. Want we hebben geen linkshandige scharen. Dat hadden wij vroeger op school. En dan moesten ze met rechts knippen. Terwijl ze wel met links mochten schrijven. Dus het is wel grappig. Nou, drie verschillende manieren van de manicure. En je ziet ook wat er gebeurt als je net iets te enthousiast bent. Dat hebben we ook kunnen zien. Maar ja, dat gebeurt ons natuurlijk allemaal. Dat hoort erbij. Ik blijf wel de soft prep wel ik heel ben, fijn Ik ben vinden, al niet hoor. Klaar, hoor, oh. Pepijn. Oh. Want ik heb nog één bitje te gaan. En een heel belangrijk bitje. Sorry. Dus ik ben bijna klaar. Dit bitje, dit is de polishing bit, die hebben we in ja, het rood. Ja, maar je hebt natuurlijk nu geknipt, dus dan moet je de huid glad maken en polijsten. Juist, dat is dus een heel belangrijke stap die je echt niet mag overslaan als je de huid knipt. Ik merk het aan bij mijn eigen handen altijd, als ik mijn eigen nagels doe. Tegenwoordig heb ik zeel, wat heel prettig is. Maar als ik mijn eigen nagels doe, dan knip ik met rechts op links en dan gebruik ik het bitje. En met links kan ik ook wel op rechts knippen en dan knip ik van me af. Dat lukt wel, alleen dat bitje vind ik dan heel spannend, want daarmee maak ik juist wondjes. Omdat ik toch
toch niet genoeg die druk kan voelen. Dus ik gebruik het bitje vaak alleen maar met rechts op links. En daar blijft de huid altijd heel mooi glad. Terwijl aan de andere kant de huid het snel een beetje rafelig wordt en wat harder. En dat komt echt omdat ik hem niet afgeseald heb, dus met dit bit. Dus je zorgt er eigenlijk voor dat die schubjes, dat die huid helemaal mooi, ja, een soort glad gestreken wordt. Eigenlijk afgewerkt wordt op deze manier, waardoor het, de huid echt lang en zacht blijft. Dus het is wel handig. Ik gebruik hem net als het puntbitje. Hoe heet je ook weer? Ik vergeet de naam elke keer. Cuticle bit. Van links naar rechts het allerliefst. En dan zet ik hem op 10 tot 15.000 toeren. Laten we beginnen met het puntje van het bit te laten wijzen naar beneden. Dus, oh, misschien kan ik dat vanaf de zijkant beter laten zien. Ja, dus dan begin ik met de punt naar beneden. Op dit gedeelte van de huid. Nou, daar zit haast niks bij Tanja. Dus eigenlijk al best wel zacht haar huid. En die polijst ik op met de zijkant van het bit. Mm-hmm. Dan pak ik naar gelang. Ik denk, ja, oké, zo is die mooi. De hele zijkant gebruik ik. En daarna ga ik eigenlijk beginnen met de cuticle, daar waar ik geknipt heb. En dat doe ik weer met de top van het bit. Maar ik hou het bit rechtop. Daarna pak ik weer een stuk van de huid mee en dan kantel hem eigenlijk over de vinger heen. Ik werk op de proximale vouw. En daarna ga ik met het puntje tegen de cuticle aan. Heel zachtjes. Polijstend. En dan leg ik hem weer plat. En pak ik de bovenkant mee. Nou heeft Tanja hier echt haast niks zitten. Dat is dan wel heel frappant. En daarna weer tegen de cuticle aan. Bovenkant. En ik baan me een weg naar de andere kant. En ik tik hem weer tegen de cuticle aan met de punt. En de zijkant. En de cuticle. In de salon gaat het natuurlijk sneller, hè. Gaat op deze manier. Bovenkant, zijkant, bovenkant, zijkant. Bovenkant, zijkant. En dan polijst ik dit gebied. En als ik dan nog een beetje extra wil polijsten, ga ik vanaf beneden naar boven het bitje zetten. En pak ik de zijkant van de vinger aan deze kant. Ik ben hier dan meestal nog op zoek naar wat dode huid, wat harde velletjes. En het is net altijd puntje op de i. Dus het is geen volledige combi-manicure. Want die tijd neem ik ook nu niet. Dit is het. Meer is het niet. En dan zie je hoe mooi dat is geworden. Het is natuurlijk wel zo dat je zelf bepaalt, en daarvoor probeer ik jullie te adviseren. Iedere tool of ieder bitje wat je erbij pakt, is eigenlijk weer €2,50 op de prijs. Maar daarnaast moet je natuurlijk ook gewoon in tijd gaan kijken. Want als jij heel lang bezig bent met dat laatste bitje, dat polishing bit, iemand die hele harde vingers heeft om dat helemaal lekker te polijsten, die tijd kun je wel nemen, maar dan moet je niet zeggen, nou oké, dan €2,50 extra en dan zijn we klaar, dan heb ik mijn prijs. Dan moet je gaan kijken, nou, hoe lang ben ik er nou mee bezig geweest? Pepijn staat in de hoek van mijn oog met iets. Ja, want ik wil echt, ik kan niet zo goed tegen die nagel als ik dat zo zie. Ik wil even dat jij netjes maakt met Ziel en Protect. Want dan zien we gewoon hoe die nagel eruit ziet. Ja. Want ik zie nu alleen maar dat die nagel er zo uitziet. Afgeleid. Dus ik wil even gewoon een mooi eindresultaat ja, hebben. Willen dat gaan jullie we toch doen. Ook? Maar terwijl we dat doen, dit weten we hoe we dit moeten doen. Dat mag Schriza doen, want ik kreeg zojuist nog van iemand de vraag. Zou je voor mij alsjeblieft nog één keer het huiswerk willen doorgeven? Want ze was net even naar het toilet. Ja, dat moet af en toe. Hè. Ik probeer me altijd wel in te houden als ik hier sta. Maar ik kan me voorstellen dat dat mislukt. Nou, nog één keer het huiswerk van vanavond. Maak een set nagels. De lengte maakt niet uit. Waarbij je één van de getoonde technieken van vanavond uitvoert. Maak daar dus step-by-step foto's van. En maak dan een mooie close-up foto van de nagelriemen die geschikt is voor je socials. Dus een echte mooie close-up foto, net als dat Syriza dat vanavond heeft laten zien tijdens haar demo. Sets met beschadigde nagelriemen worden niet goedgekeurd. Dus zorg ervoor dat je gewoon heel mooi keurig die nagelriemen verzorgt. Dat mag dus in de soft prep techniek met de cuticle remover. Wel dan na een minuut je handen wassen. Dat mag met de gewone prepbehandeling, eventueel met gebruik van de curette, zodat je net wat strakkere zijlijnen krijgt. Of met de easy prepbehandeling, waar je dan net even het randje wegknipt, maar dan moet je die wel even zacht oppolijsten voor dat mooie en gezonde resultaat. 3 mogelijkheden, 3 keuzes. Alle 3 de keuzes zijn anders in prijs, maar die prijs wordt natuurlijk wel berekend in je totale behandeling. Want als een klant natuurlijk moet gaan kiezen tussen een goedkope prep of een dure prep, dan kiezen ze al snel voor een goedkope prep, terwijl zij hebben misschien wel een uitgebreidere prep nodig om datzelfde mooie resultaat te krijgen.
Doe je dat? Dan heb je natuurlijk 2 weken de tijd, dat wil zeggen tot en met 5 februari, en stuur je huiswerk in via de link die je kunt vinden in het album Perfectie en Manicure. Zijn er verbeterpunten? Neemt Jessica met je contact op en krijg je een herkansing. Vergeet niet je step-by-step foto's te maken en 1 eind, want dan kunnen we zien welke techniek je hebt gekozen, en 1 eindresultaatfoto van je nagelriem samen. Er wordt gevraagd 2 handen of 1 hand. Het wordt gesproken over een set, maar ik denk dat je het op 1 hand al heel erg goed ziet. Want je moet ook niet zo op de foto gaan, hè? Dat doen we niet meer. Zo, of zo, 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 dat doen we niet meer. Dus 1 hand, heel mooi neergevlijd, is voldoende voor deze challenge. Doe je dat, krijg je natuurlijk een certificaat waarmee jij je klanten kunt laten zien. Kijk, ik heb weer een certificaat verdiend. Maar je maakt ook kans op een hele mooie prijs, een bijzondere prijs die iedere nagelstylist nodig heeft. De nieuwe curette, het nieuwe hoek scissors. De verschillende cuticle bits die we vandaag hebben besproken, dat wil zeggen het prep bit, het andere prep bit, de cuticle bit en de buffer. Je krijgt het schoonmaakborsteltje en een hele mooie bit case waarmee je al je bitjes stofvrij kunt opbergen in jouw salon. Nou, prachtige prijs waar iedereen iets aan heeft en die jij natuurlijk kunt gebruiken en benutten in jouw salon. Vergeet ook niet dat we deze maand nog 20% gel polish korting hebben. 20% korting op het product van de maand gel polish. Dus ik zie al dat mensen hun voorraden zijn aan het aanvullen. Maar dat kan dus nog 1,5 week. Hè? Dus kijk even welke gel polishes zijn bijna op, welke favorieten van jou. Dus dat kun je dan nu nog met korting inkopen. Ik denk dat het tijd is om te zien, als je nou die Easy Prep hebt uitgevoerd op die nagel en je doet daarna die professionele nagelverhardende behandeling, de Seal & Protect. Als je nou precies wil weten hoe je dat moet doen, kijk je even terug naar de e-workshop met Cheryl die daarover ging. En binnenkort gaat de hele maand over Seal & Protect, moet je nagaan. Maar ik denk dat we dan even moeten gaan kijken bij onze Syriza. Ja, inderdaad, want de Seal & Protect, dat scheelt natuurlijk echt onwijs. Je ziet ook, Seal & Protect zuigt ook in op, op dat punt waar geen kunstproduct ligt. Dus daar trekt dat mooi in de natuurlijke nagel. En die knapt daar echt van op. Die is zichtbaar echt verbeterd en versterkt. En daar waar nog kunstproduct ligt, daar zie je dat nog een klein beetje opliggen. Wat helemaal niet uitmaakt, maar kijk eens even wat een verschil. Nou, dat was de moeite wel even waard, hè? Ja, heel goed. Ik wou eigenlijk een dun laagje rubberbase, een dun laagje blush wou ik er eigenlijk opdoen. Maar dit is echt, ja, het is perfect natuurlijk. Want ja, hoe mooi is het om hierop verder te werken. Je ziet ook, nou, nog steeds de nagelriem is nog steeds wat droog van de prep and wipe. Maar alsnog ziet die nagelriem er natuurlijk echt nog net even mooier uit als wat we al voor elkaar hadden gekregen met de soft cuticle remover. En ja, dit is gewoon een prima voorbereiding van de natuurlijke nagel op het moment dat jij een salon runt. Want als je heel eerlijk bent, stel je voor dat je een combi-manicure normaal gesproken toepast, dan zal dat 20 tot 30 minuten zijn, die ook echt wel berekend moeten worden dan in die prijs. En dat bepaalt ook eigenlijk waarom een biap in de volksmond zo geprijsd is. Dat mensen zeggen, ah, maar dat is gewoon een hele slinkse oplossing om meer geld voor je behandeling te vragen. Dat is natuurlijk niet zo, want de helft daarvan is die combi-manicure al. En die zou je echt voor 20 of 30 euro al moeten verkopen. En dan komt de blush er nog bij natuurlijk. Ik zag ook in de comments een vraag, wat vraag ik nou voor een prep? Ik vind de eerste prep, die dus alleen de pusher en het prep bit, ik vind dat dat moet altijd inbegrepen zijn in je behandeling. Op het moment dat je de curette erbij gaat pakken, vind ik dat je daar tussen de 2,50 en de 5 euro extra voor kunt vragen. Hoe je iedere prijs berekent is, je pakt een tool, dat is ongeveer 2,50 extra, dus dat is 2,50 extra. Maar stel je voor dat je nou een half uur langer bezig bent, hè, dan is dat 30 euro als je een euro per minuut zou berekenen. Dat is natuurlijk veel te veel, dus daar moet je dan een beetje tussenin gaan zitten. En dan kom je op een redelijke prijs uit waar ja, wat daar dan tegenover staat. Op het moment dat je de Easy Prep doet, die gaat al iets meer richting de combi-manicure, maar niet zo diep. Je hebt daar niet veel extra skills voor nodig, maar wel voorzichtigheid is geboden. Het zijn natuurlijk, het is prep bit, cuticle bit, schaar, polishing bit. Dus het zijn 4 verschillende soorten bits waarvan je de eerste best mag meerekenen. Dus dan zit je eigenlijk op 10 euro. Extra mag je dan echt wel over je prijs vragen, berekenen. En op het moment dat je de Easy Prep altijd standaard doet bij je klant, vind ik toch echt dat daar 10 euro bij moet komen. Want dat ben je ook in tijd gewoon wel echt kwijt, die 10 minuten extra. Dus die komt eigenlijk mooi in prijs, is die ja, te bedenken. Dus dat is de prijsvoering. Beetje kijken wat je je ook goed bij voelt.
Ja, ik wil dan toch nog een keer bij benadrukken dat het is niet een keuzemogelijkheid is. Uiteindelijk die kostprijs van die behandelingsvorm ga jij in jouw behandeling berekenen. Ja. Want als een klant mag kiezen, je wil niet dat ze kiezen welke preps jij gaat uitvoeren. Want de prep is de sleutel tot hechting en de sleutel tot duurzaamheid. Dus jij bent degene die bepaalt welke prep jij doet. Jij kiest uit deze verschillende soorten en jij kijkt dan wat dus de kostprijs is van het uitvoeren van die behandeling. En die bereken je in je gel polish behandeling, in je power gel behandeling, in welke behandeling dan ook. Begrijp je wat ik bedoel? Dus als jij nu bijvoorbeeld €30 vraagt voor gel polish, maar je gaat uitgebreider die easy prep doen, dan wordt die dus €37,50 tot €40. En dan heb je een mooie stap gemaakt. Die nagels worden significant mooier. Je klanten kunnen er wat langer mee doen. En ja, je gaat gewoon. Je hebt meer waard voor je handen, voor je werk. Als Gemma zegt, ik vraag voor BIAP €50, inclusief de combi-manicure, dan vraag ik waarschijnlijk toch iets te weinig voor. Nou ja, ik vind dat niet een slecht uitgangspunt, Gemma. Maar die €50 is wel echt waard start. Milène natuurlijk afgelopen woensdag, als die met een gel polish behandeling inclusief combi-manicure doet, dan is dat €50 plus 20, dan kom je op 70. Maar Milène heeft natuurlijk ook een snelheid en ook al een groot klantenbestand die ook die prijs wil betalen. Dus zo werkt het een beetje. Het Precision Prep Bit heeft Syriza niet gebruikt, toch? Vraagt Magnifique Esther. Nee, het Precision Prep Bit is eigenlijk wel een bit wat ik vind dat je moet gebruiken bij de combi-manicure. Hij is onwijs scherp. Je moet goed weten hoe je ermee om moet gaan. Het gevaar met het Prep Bit, vooral het kleine Prep Bit, dus met dat grit aan de bovenkant, is dat als je te veel neerwaartse druk geeft, je dan de natuurlijke nagel kapot maakt. Maar als je te veel opwaartse druk geeft, maak je de nagel een riem kapot. Dus ook daar moet je niet zomaar mee gaan experimenteren. Dat is echt slim om daar een cursus voor te doen. Ja, sorry. Ik ga geen risico nemen. Ja, veel theorie vandaag, of tenminste veel kennis voor jullie. Een hele interessante en belangrijke e-workshop. Ik heb in ieder geval weer veel geleerd. Teuntje, jij zegt, ik heb vorige week €65 betaald voor een BIAP zonder manicure. Ben weer genezen om mijn nagels elders te laten doen. Doe het wel weer gewoon zelf. Ja, dat is natuurlijk een keuze. Sommige mensen vinden het heel fijn als iemand anders hun nagels doet. Gaan ook graag naar de nagelstudio. Laten we daar wel blij mee zijn dat mensen graag naar de nagelstylisten toe gaan. Want dat zijn mensen die dat dus ook willen uitbesteden aan iemand. Alleen, ja, bij welke klant voel jij je prettig of welke klant komt er naar jou toe? Dat is natuurlijk een hele eenvoudige synergie tussen vraag en aanbod. Prijs bepaalt doelgroep en zo gaat dat hand in hand met elkaar. Maar wat je ook doet, bezuinig niet op de prep. Haal in ieder geval, breng de nagelriemen, duw die wat terug. Zorg ervoor dat de nagelplaat schoon is van niet levend weefsel, zodat jij jouw behandeling makkelijker, mooier en langduriger kunt aanbrengen. Het is niet een keuze, de keuze is alleen welk type prep. Oké, op deze woorden gezegd en gezwegen. Syriza, ik geef nog even het woord aan jou en dan is het alweer het eind van de avond. Ja, ik ga het heel kort houden, want ik zie nog twee interessante vragen voorbij komen. Bijvoorbeeld van Elvira, die vraagt wanneer voer je nou de Easy Prep uit? Doe je dat om de behandeling of iedere behandeling? Nou, dat doe je natuurlijk gewoon iedere behandeling. En je zult merken dat het iedere behandeling ook wel echt nodig is. Maar met de tijd je toch wel echt de huid van de klant ziet verbeteren. Ook als zij het bijhoudt met olie en crème, dan trekt de olie en de crème makkelijker in op het moment dat die nagelriem heel schoon is. Dus dan zul je wel merken dat het iedere keer makkelijker gaat. Maar je slaat hem in principe niet over. En een hele belangrijke vraag was over het steriliseren van tools. Wat ik wel heel belangrijk vind, dank je wel dat je erom vraagt. Steriliseren van tools is echt overbodig. Op het moment dat je je tools steriliseert, dus dat betekent dat er geen levende micro-organismen meer aanwezig zijn. Dus eigenlijk operatie-proof. Dus dan kan je Dr. Bibber spelen. Dan moet je ook werken in een steriele ruimte. En omdat wij niet op een steriele ruimte werken, heeft het steriliseren geen enkel nut. Daarbij komt kijken dat wij niet in de mens werken, maar op de mens. Dus het is niet van belang dat materiaal zo schoon is dat we in de huid kunnen. Dus het is echt niet belangrijk. Desinfecteren is voldoende. En alle bacteriën die overblijven zijn eigenlijk bacteriën waar wij gewoon tegen bestand zijn. Dat is je weerstand. Behalve mensen die erg ziek zijn. Heel erg ziek zijn, in het ziekenhuis liggen, zo ziek zijn. Maar daar voer je deze behandeling niet op uit. Dus daar hoef je niet over na te denken.
Ik wil nog heel even naar het eindresultaat met olie en dan ben ik weg. Ja, er was al gevraagd naar olie en ik zat aandachtig te kijken. Ja. Ik heb hier olie nog eventjes in de huid gemasseerd. Normaal gesproken ben ik er niet weg van om dat aan de demotafel te doen. Omdat je eventueel stof kan invrijven, maar we hebben geen kunstproduct gebruikt. Dus kan ik dat natuurlijk wel even doen. En dat is dan het eindresultaat. Het is haast een combi-manicure, maar net niet. Dus dat was hem. Heel mooi strak, heel mooi gezond en glanzend. En je zou er bijna gewoon een hele mooie blush inderdaad over zetten. Ja. Anna, ik heb nog op de valreep jouw vraag. Ik vind het lastig, want mijn behandelingsprijzen zijn vast. Mensen boeken deze via de boekingstool en gaan dan ook uit van die prijs. Natuurlijk, nailart en dergelijke is verschillend. Nou, Anna, wat ik eigenlijk probeer te zeggen is, kies zelf welke behandelvorm jij wil uitvoeren en baseer de totaalprijs daarop. Dus wil jij toch meer die easy prep doen, net even dat randje weghalen, net even die huidpolijst, omdat je dat mooier vindt en geschikt voor jouw klanten, dan moet je dus kijken, oké, dat duurt zoveel langer, nou, dat kost dus een 10 euro extra. En dan verander je dus je behandelprijzen van 30 naar 40 of van 40 naar 50. Zo langzaam maar zeker moeten wij wel zelf ook de verantwoordelijkheid nemen over onze omzet, want jouw omzet is jouw inkomen. Dus jij moet gewoon kijken, wat is het werk dat ik lever en wat vind ik dat waard? En hoeveel tijd doe ik daarover? En dan pas je dat aan. En dan bij boeken ze het gewoon als compleet pakket. Ik vind het ook heel lastig als ik bijvoorbeeld naar mijn wenkbrauwenmeisje ga. Wenkbrauwenstyliste, meisje klinkt zo onaardig, Sophia. Daar kan je ook online, is er allemaal verschillende mogelijkheden. Nou, ik kies gewoon altijd de duurste, want dan weet ik dat het er allemaal in zit. Maar ik wil niet te veel keuzes hebben als klant. Want ik wil gewoon hetzelfde als wat ik altijd heb. En ik weet niet of dat nou dan de ene keer verf is, dan de andere keer dit en dan weer zus en dan weer zo. Nee, ik wil gewoon hetzelfde als ik vorige keer ook had. En dan weet ik dus nu, dan moet ik die hebben. Dus al die andere dingen kijk ik niet naar. Niet te veel keuzes geven aan je klant, want zij snappen het ook echt niet meer hoor. Als jij 6 verschillende preps op je prijslijst hebt staan, dan snappen ze het echt niet. Ze weten niet wat prep is. Nee. Laat staan wat het verschil is tussen de preps. Of je moet ze deze show laten kijken, maar dat is ook weer niet heel handig. Want dan hebben ze heel veel inside information. Ja. Nou, in ieder geval, Cerise, ik wil jou en jouw model heel erg bedanken voor vanavond en voor alle kennis die je met ons hebt gedeeld. Ja, Pepijn, ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn. Jongens, het was niet spectaculair, maar ik denk dat dit wel een van de meest interessante onderwerpen is die we hebben. En ook met bijpassende tools daarbij. Ik kan nog de hele avond doorgaan, maar ik denk dat het voorlopig nu wel even genoeg is. Hartstikke bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je je huiswerk lekker gaat insturen, gaat maken. En dat je ook eens een ander bit probeert en eens kijkt wat bij je past. En heel veel succes daarmee. Zet hem op en tot volgende week maandag. Ja, ik wil jullie natuurlijk ook heel erg bedanken. Zowel jullie thuis natuurlijk, Cerise bedankt, Tanja bedankt, maar ook zeker Gil bedankt voor het weer mogelijk maken van deze e-workshop. Aanstaande woensdag komt Joanna dus echt uit Ireland naar Nederland en zij gaat samen met mij de ombrenagel maken. Met glitter, met glas, met traditioneel, met acrylpoeder, met glitterpoeder. Nou, van alles gaat zij daarmee doen om te laten zien hoe eenvoudig het is om ombre te doen met a touch of Valentine, want dat komt natuurlijk alweer dichtbij. Volgende week is Jessica hier in de Nederlandse e-workshop en zo kan ik nog wel even doorgaan. Aanstaande woensdag zal ik ook de e-workshops van de maand februari bekendmaken. Een tijd geleden hebben wij natuurlijk de Porsche & Pretty collectie uitgebracht. Dat was in september. Nou, nu hebben we op het moment een hele leuke stagiaire binnen Magnetic, Jin. En zij heeft samen met Gil gewerkt, en eigenlijk heeft ze het zelf gedaan, aan een behind-the-scenes versie van die commercial Porsche & Pretty. Weet jullie nog? In Amersfoort met Kelsey. Nou, laten we daar naar kijken. Ik wens jullie een hele fijne avond en tot snel, tot Nail Talk Live.